Goedemorgen, lieve mensen. Nou, je ziet het, ik ben er weer. Ik was er even tussenuit en het ging eigenlijk op het laatste moment afgelopen maandag. En sorry voor jullie teleurstelling, maar wat fijn dat Joke me even over kon nemen. En dat was ook heel erg fijn ja, voor mij gewoon dat de collega's zijn die ook direct invallen. En ik heb er nog een beetje om moeten lachen dat ik zeg tegen Joke, nou, je moest je blouse nog even vastmaken. En het was echt allemaal even op het laatste moment. Maar wat fijn dat ik nu weer even bij jullie kan zijn. En weet je, soms gebeurt het ook dat ik even teruggeroepen word vanuit de bovenwereld. Want ook mediums en coaches en dergelijke hebben wel eens iets waardoor het allemaal niet zo lekker loopt. Ik had zelf een holteontsteking en dat is ook niet zo fijn om dan te moeten praten. En het voelde niet zo goed. Dus ik dacht, ja, dan moet je toch even een keuze maken. Maar dan is er ook meteen weer iemand die klaarstaat. Want het is natuurlijk heel jammer als jullie zitten te kijken en er komt helemaal niemand. Want we zijn een DIMT-familie. Onze coaches, mijn collega's en jullie bij elkaar zijn allemaal één familie. En als er dan even één ontbreekt, dan mag een ander even het woord doen. En zo is het. Ik hoop dat jullie ook heel veel weer gaan reageren vanmorgen op Facebook. Maar ik wil natuurlijk jullie in de huiskamer ook heel erg welkom heten. Dus kijk mee en luister mee. En weet dat ik na de uitzending dus ook bereikbaar ben. En ik zal dat proberen toch zeker tot 12 uur. Ik zal even een korte pauze houden en dan ga ik op de telefoonlijn. Dus hou je hand bij de knop als je me dringend wilt spreken. Maar wat ook fijn is, wat ik van jullie krijg na de uitzending, en daar ben ik zelf altijd heel blij om, de reacties. De reacties van wat er gebeurd is, bijvoorbeeld de healing. Wat er gebeurd is in healing, dat jullie een reactie geven van hoe het voelde, wat je zag en ook daar nog vragen over hebt. Want dat kan natuurlijk altijd. Altijd zal ik zorgen dat er een moment is dat er even teruggekoppeld kan worden. En wat ook heel fijn is bij het rubriekje Kom op verhaal, dat jullie je mails blijven schrijven. Ik heb natuurlijk vanochtend even gekeken voor jullie, wat ga ik jullie vertellen. Maar wat ik heel fijn vind, om eens even alles een beetje zo, ja, misschien wat door elkaar te vertellen. En niet dat het rommelig hoeft te worden, zeker niet. Maar hoe gaan wij nu te werk? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er tijdens een healing? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Een healing die ik ook altijd aankondig meestal op de maandagochtend. Nou, ik ben er dus voor de maandag en moet ik even terugkijken welke datum dat was. Maar verleden week, vrijdag, ben ik in de uitzending geweest. En dat was omdat op donderdag 2 februari, dus weet ik het weer, ik ben op 3 februari in de uitzending geweest. En meestal ben ik er op donderdag. Maar mijn zoon trouwde. En ja, dan is het natuurlijk wel fijn om daarbij aanwezig te zijn. En ik wil jullie vertellen, het was ook een hele mooie dag. Ook ja, met alles daaromheen. En als ik dan zie dat iemand werkelijk vanuit liefde kan trouwen, dus ook zonder al die opsmuk. We konden gewoon even helemaal onszelf zijn. En hoe mooi dat was. En hoe mooi we ontvangen werden in het gemeentehuis. Ja, dat heeft me diep ontroerd. En zo zijn er in mijn leven ook van die momenten die heel mooi kunnen zijn. En toen op vrijdag, toen heb ik op 3 februari de uitzending gedaan over onbegrepen pijnen. En onbegrepen pijnen, die liggen zo diep opgeslagen, dat ik jullie ook in die uitzending ook uitgelegd heb hoe dat het in elkaar zit, waardoor pijnen ontstaan en waardoor het vastzit en je niet meer weet waar die pijn vandaan komt.
En dat is ook wat ik benoemde, zenuwpijn. Nou, daar heb ik ook heel veel reacties op gekregen. En natuurlijk heb ik ook altijd dat ik de artsen erbij benoemd, want ik ben geen arts. Maar ik voel heel veel aan. Ik heb mijn meesters vanuit de bovenwereld, geneesheren en alle grote meesters die mij bijstaan. Maar ik mag geen diagnose stellen. En ik laat ook alles altijd over aan de bovenwereld. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik zeg wel eens tegen mensen, neem nooit de regie. Dus als jullie dus ook behandelaar zijn en ook energetisch werken, neem nooit de regie, maar laat het altijd aan de bovenwereld over. Want dan kan je ook heel zuiver werken. En dat blijft altijd belangrijk. En weet je, dan gebeurt het ook dat je juist die meesters bij je krijgt die jou kunnen helpen met jouw expertise. En ik weet, onder jullie die kijken, zijn er ook veel mensen die dus ook hun kwaliteiten hebben, hun zielskwaliteiten, hun talenten. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Weet dat en gebruik dat ook als een heel eenvoudig iets voor jezelf. Dat jij dat mag doen. Want zo voel ik dat ook. Als jij geroepen bent vanuit de bovenwereld om iets te mogen doen voor de mensen. En daar hoef je helemaal geen medium voor te zijn. Je hoeft helemaal niet van, nou, ik moet iedereen gaan helpen. Nee, neem bijvoorbeeld ook je buurvrouw. Ik had gisteren nog een vrouw en die was heel liefdevol een spelletje aan het doen met haar buurvrouw. Ook eventjes op tv-visite gaan en ook even die aandacht aan iemand die bijvoorbeeld hulp nodig heeft of aandacht nodig heeft. Maar vooral als mensen op een oudere leeftijd zijn. En dan voel je je geroepen. En dat is wat zo in dank afgenomen wordt. Om te zorgen voor mens en voor dier. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk wat er in de dierenwereld gebeurt. Als je ziet die ogen van een dier, als je echt diep kijkt, dan weet je dat je zo'n dier lief hebt. En dat je daar liefdevol mee om wil gaan. En dan huilt mijn hart als ik dus op de televisie andere momenten zie. En misschien hebben jullie ook wel die ervaringen. Maar wat ik wil vertellen, even ook, en ik heb mijn telefoon er even bij genomen, want ik ga dus ook vanuit het rubriekje Kom op Verhaal ook even kleine fragmenten wat mensen mij schrijven. En omdat ik nu ook over de healing bezig ben van afgelopen vrijdag 3 februari, toen heb ik voor die onbegrepen pijnen heb ik de kracht van Lourdes mogen presenteren. En presenteren klinkt natuurlijk heel mooi. Maar het is echt begeleid worden. Dan word ik begeleid vanuit de bovenwereld door die prachtige gidsen, door die prachtige meesters. En wat voor mij ook een wonder is, dat ik dan zelf dat wonder tegenkom vanuit Lourdes. De kracht van Lourdes had ik benoemd en die kracht kwam er werkelijk uit. Want wat een kracht is er in dat bedevaartsoord. Zo bijzonder. En dat ik dat dan mag begeleiden met jullie. Dat is buitengewoon. En als jullie inbellen, dan kom je, je belt natuurlijk het nummer wat onder in het beeld staat en je kiest op zo'n moment voor optie 5. En dan vertel ik jullie dat het dan al begint als je ingebeld bent. Dan begint het al, dan is er een voorronde. En misschien ervaar je dat niet zo, omdat je een stem op de achtergrond hoort. En dan denk je, ach jee, het zou natuurlijk heel fijn zijn als dat een muziekje zou zijn. Dat zou ik persoonlijk ook heel fijn vinden. Maar als je je dan in de stilte al, dus die stem buiten je kan laten en gewoon wachten en gaan voelen wat er gebeurt, dan weet je dat je in de voorronde, dat ik nog in de uitzending ben en jij inbel, dat er sorry, heel veel mag gebeuren. En dan ben je al helemaal voorbereid in dat beginstuk van de healing.
Ik ga jullie ook altijd even in de ontspanning brengen, tot rust laten komen. Ik voel jullie. Ik benoem zelfs ook persoonlijk iets van jullie. Niemand hoort jullie. Niemand voelt jullie. En de energie komt nooit bij elkaar. Alles wordt voor jullie als het ware in een piramide van licht behandeld. Dus ieder afzonderlijk in een healing. En dat is natuurlijk ook heel fijn om te benoemen. Want ik krijg ook de vragen van mensen. Wat gebeurt er nou als iemand een negatieve invloed heeft, negatieve energie heeft en ik kom in de healing? Nee, dat wordt allemaal afgescheiden. En weet je, in de healing ga ik altijd naar een hogere trilling. En als die hogere trilling is, een hogere dimensie, dus echt heel hoog, want je gaat in je lichaam mee in de trilling, om later ook weer op dat aardse niveau terug te komen. Maar op die hogere trilling zal negativiteit altijd verdwijnen. En zal je daar ook geen last van hebben. Maar ben je zelf belast met negatieve energieën en je gaat de healing in, dan wordt het afgevoerd. En dan kan het zijn dat je dus op dat moment ook bepaalde situaties tegenkomt waar je mee te maken hebt gehad. Dat je denkt, voel ik dat nu weer? En dan krijg je eigenlijk ook een trigger om bewust te worden wat afgevoerd mag worden. En ik beloof je ook dat het werkelijk mag gebeuren. Maar ik ontdek ook heel vaak dat mensen geen geduld hebben als ik dus iets benoem in de healing. Van dat iets ook zou verdwijnen, niet meer terug gaat komen. En dat is ook zo. Maar wat heel belangrijk is in het linguistisch programmeren, en dat doe ik ook net als bij hypnotherapie, wordt dat in de healing ook gebruikt. En het linguistisch programmeren kan je nooit zeggen, misschien dat dat eens gebeurt. Misschien dat je dat eens kwijtraakt. Dus vanuit de bovenwereld krijg ik rechtstreeks door dat het gebeurt. En waarom is dat? Omdat jij in de healing vanuit je onbewuste die goede energie ook ingeprent krijgt. Dus je wordt als het ware gereset. Dat oude gaat steeds meer op de achtergrond komen. Dat verschrompelt. Want je weet dat je ziel ook bepaalde lasten met zich meedraagt. En dat is natuurlijk dat je dat heel goed mag realiseren. Je bent een mens hier op aarde. Je bent hier gekomen om bepaalde dingen te gaan doen, te ontwikkelen. En wees daar trots op. Wees trots op wie je bent. Want dat ben ik ook. Ik ben trots op jou. Maar wees ook trots op jezelf voor wat je bereikt. En dan is het eigenlijk dat je tijdens zo'n healing dus hoort van dat iets al is. En dat is wat belangrijk is. In het onbewuste wordt in het nu ingebracht. In het nu. En als ik ga zeggen, misschien gebeurt het eens, dan heeft het geen kracht. En vandaar dat mensen dus ook reageren. Nou, het is nog niet zo. Weet dat het altijd op je pad ligt wat ik benoem. Maar weet ook dat er keuzes zijn bij jou. Want als je bijvoorbeeld last hebt van negatieve energie, dat je denkt van nou, ik voel me niet zo lekker en iedere keer word ik belast met mensen die in mijn omgeving zijn en die dan die nare energie bij zich dragen. Ik voel het verschil, ik voel als ik iemand benader en dat ligt ook aan de aura van iemand. Als je iemand tegenkomt, dan heb je ook dat bijvoorbeeld op straat, je passeert iemand en je denkt, dit is even naar, die voelde heel dominant en heel krachtig, maar niet positief. Ja, dat is een aura die uiteindelijk vanuit een bepaalde boosheid ook op dat moment bezig is misschien iets te verwerken. Want weet ook, lieve mensen, dat het ook momentopnames zijn. Dat mensen niet door en door slecht zijn, zoals je misschien zou denken. Of dat je al denkt van,
Ik ga daar maar niet op bezoek, want die heeft zo'n negatieve energie. Ik neem dat allemaal over. Kijk, ik ben ook hoogsensitief. Ik ben heel gevoelig. Als ik op iemands stoel ga zitten, dan voel ik wie erop gezeten heeft. Dan voel ik die energie. Maar je kan je ook dat realiseren en het ook weer afvoeren. Want als je negatieve energie ontvangt op een moment, al is het op een stoel waar iemand op gezeten heeft die heel erg boos was, dan pak je die energie ook over. Maar je kan het niet zeggen van hoe laat het buiten mij, want dat gebeurt niet. Dat lukt dan niet. Wat heel belangrijk is, om het op dat moment ook te accepteren dat het er is. En dan, je kan ook altijd, als je het zelf niet aandurft, ook even vragen aan de aartsengelen en dan aan Michael, Uriel, want Uriel is altijd een assistent van een van de aartsengelen, of Raphaël en ook aan Gabriel. Je kan altijd vragen even te helpen om jou te zuiveren. En daar is Michael natuurlijk een hele grote kei in. Ik ga eens even kijken wie er ondertussen op Facebook zijn, want jullie willen altijd ook even horen van, hey, wie zitten er, wat zijn de vragen? En dan ga ik er eventjes doorheen. Joanna, goedemorgen. Magda, heel fijn Magda dat je ook weer bent. En het is altijd, dat ik altijd bepaalde mensen, dan denk ik, oh wat fijn, die zijn er weer. En weet dat dat mij ook steun geeft. Klinkt misschien gek, maar als ik één van de familieleden van Dimt mis, dan voel ik me toch een beetje onheimlich. Dan denk ik, jammer, die is even ergens anders naartoe. En natuurlijk hebben jullie ook je eigen leven en kan je niet constant aan de buis zitten. Maar wel fijn dat jullie er zijn. En Joke zegt, hey schat, fijn je te zien. Nou Joke, ik zag al een berichtje vanmorgen van je. Maar ik denk, ga het even niet bekijken, want dan ben ik helemaal afgeleid. Want die woorden die je af en toe gebruikt, ik moet zo om lachen. Ook in de uitzending, dat bakje prut. En dan zeg jij bakkie op zijn Amsterdams. En ja, dat is gewoon heel leuk. We gaan elkaar bezoeken. Ik heb het je beloofd. En je hebt me ook helemaal de weg gewezen in Amsterdam. Dat ik gewoon weet waar ik kan rijden. Want ja, Amsterdam is een drukke stad. En je moet oren en ogen tegelijk hebben. Fietsers fietsen overal door. De tram komt erdoor. En natuurlijk rij ik wel eens in Amsterdam. Maar ik vind het ongelooflijk. Ongelooflijk. En dank je wel, lieve Joke, om dat ook even te laten zien. En ik zie ook trouwens dat Magda ook allemaal kopjes koffie erbij gezet heeft. Nou, volgens mij staat mijn koffiepot nog aan. Dus dat kopje koffie zal straks helemaal ingedikt zijn en niet meer te drinken. Dus dan zetten we even nieuwe. Sylvia, hey, en je hebt ook weer gedeeld. Leila, wat fijn dat je er bent. En jullie weten, ik gebruik zo min mogelijk ook achternamen. Dat vind ik altijd veel fijner om jullie gewoon even te begroeten die er zijn. Want ja, jullie zijn op Facebook allemaal aanwezig. Dan zie je ook wie er schrijft. Maar als je in de huiskamer bent, niet iedereen hoeft precies te weten wie jij bent en wat je zegt. Dat mag ook een klein beetje tactisch gebruikt worden. Een klein beetje eigenlijk heel, heel goed. En Leila had ik gehad. Nou, heel fijn dat je erbij bent, Leila. Hanneke, kijk, wat mooi. Goedemorgen, dame, zeg je. Nou, blij dat je er bent, Hanneke. En weet je, soms zoek ik wel eens in gedachten mensen die ik ook gekend heb vanuit mijn jeugd. En ik ken een Hanneke. En ja, die was ietsje jonger als dat ik ben. En ja, die heette Dames van achternaam, maar ik, je hebt nu een andere achternaam, maar dat kan altijd veranderen. En soms zoek je wel eens even mensen terug. Weet je, dat hebben jullie ook natuurlijk wel. Joan, heel fijn. En ook dat je er weer bent. En ja, ik ben altijd blij als je ook even kan kijken. Joan, vandaag niet op het werk. En ik hoop dat het een beetje goed met je gaat na alles wat gebeurd is. En ja,
rouwen, lieve Joan, dat is een proces waar je altijd in blijft zitten. Maar dat je op een gegeven moment, en dat kan jij zo goed, gedichtjes schrijven, gedichten voorlezen, lezingen geven daarover. Daar ben je zo'n kei in. En dan voel iemand ook wat je overbrengt naar de ander. En dat is heel mooi, Joan. Salita, heel fijn om je ook te zien, Salita. En José. En, och, leuk, Magda. Je zegt dankjewel, Bettine, voor deze fijne uitleg. Heel duidelijk. Nou, dat vind ik nou fijn. Want ik weet, Magda, dat je heel veel meedoet in de healing. En ik weet vanuit mensen dat er vragen zijn. En dan leg ik ze ook uit, persoonlijk, aan de telefoon. Maar hoe belangrijk is het dat ik dat nu vanmorgen even in zijn algemeen ook uit kan leggen. Zodat je weet hoe het werkt. En ja, dat vind ik ook heel mooi. En daar ga ik zo meteen nog even over verder. Dina ook. En ook kopjes koffie en wat lekkers erbij. Nou, mensen, lieve mensen, ik moet afvallen. En van Joke de Krijger krijg ik dus ook dieetjes. Want die is ook goed bezig. Dus zo doen wij dat ook onder elkaar. Ik zie dat Joke ook al online is. En dat je er ook kan bellen. En Corrie zie ik voorbij gaan. Maar kijk even op de website. En Gabi. En nou, dat is ook fijn dat je er weer bent. En je zegt, goedemorgen, ik luister mee. En dat is nou fijn. Als jullie Facebook hebben en je laat even weten dat je er bent. Maar je hoeft natuurlijk niet mee te praten als je dat niet wil. Maar meeluisteren is zo welkom. En dan voel ik ook, dan weet ik ook echt dat jullie er zijn. En natuurlijk zie ik ook mensen in de huiskamer weer zitten. En dat is ook mooi. Ik voel jullie. Gerry, ook een goede morgen. Nou, jullie hebben allemaal even laten weten, zoveel mogelijk al, dat jullie er zijn. En natuurlijk zijn er nog veel meer mensen in de huiskamer. Want ik zie dus een groot aantal. Ik ga even verder over dat stukje healing, want daar ben ik gebleven. En heb ik even een mail erbij gehaald. En misschien zit je te kijken, ik ga geen namen noemen. En dat is dus een mail van een schrijfster die mij schreef over de healing van 27 januari. En ook schrijven mensen mij wat hun eigen problemen zijn die ze tegenkomen in een healing. En dat vind ik ook belangrijk om dat met jullie te bespreken. Ik ga hem even voorlezen. En zometeen nog een paar mails, want ja, die heb ik op mijn telefoon. Ik zoek ze gewoon even op. Hallo Bettine, ik heb vrijdag 27 januari de uitzending gekeken. Mooi, en het sprak me aan. Heb dus de healing meegedaan. Vond het heel mooi en interessant. Maar wat heb ik er moeite mee? Vind het zo moeilijk. In het begin gaat het wel. Kreeg wel tranen. Vond het heel mooi en voelde me nog goed en kon redelijk meedoen met de healing van de chakras. Ik kan niet goed beeldend zien of voorstellen. In de loop van de healing word ik dan weer onrustig en vooral in de benen. Voel me dan ook teleurgesteld en verdrietig. Ik zie niks of niemand, maar ik meen wel even roze te zien van het zwaard, en dan met een vraagteken, om te laten weten dat je niet wist of dat wel het roze was van het zwaard van Michael. Michael heeft dus een blauw vlammend zwaard, maar ook af en toe dat roze vlammend zwaard. En dat wordt dus helemaal verteld en uitgebeeld. En ik vertel in de healing ook wat iemand krijgt te zien, maar helaas, zoals deze schrijfster, zijn er van die momenten, en misschien herkennen jullie dat ook wel, dat je niet ziet wat ik vertel. Ik zal hem even verder uitlezen. Maar, schrijft ze, ik weet dat het toch helpt, maar het blijft jammer. Hoop toch nog eens wat te gaan voelen of te zien wat jij dan precies vertelt. Het lijkt me zo fijn. Wilde je dit even laten weten? Lieve groetjes
en dan van deze briefschrijfster. Ik wil dit ook even laten weten, omdat het inderdaad is, heel veel mensen kunnen wel zien, visualiseren. Ik vertel dus wat ik krijg te zien in de bovenwereld. En de bovenwereld is natuurlijk een beeld wat mensen dus doorkrijgen, ook ik, zoals mensen het kunnen zien. Want je kan zeggen van nou, er zijn allemaal energieën en die, dan kan ik zeggen nou, er is een energie die doet dit en een energie die doet dat. Nee, ik krijg dan ook in mijn beeldend vermogen, en dat heb ik als kind meegekregen, dus daar ben ik heel rijk mee, dat ik dat mag hebben, want daardoor kan ik jullie ook helpen. Door mijn beeldend vermogen, dan laten de lichtmeesters mij zien, alles wat er gebeurt met jullie, bij jullie, wat er aan de hand is, de gevoelens, en daar ga ik op in. En als je nu, bijvoorbeeld vroeger had je kleutertje luister, en ook die hoorspellen op de radio, toen ik klein was, hoorde je dat allemaal, en dan moest je ook altijd luisteren naar iets, maar dan kan je beeldend vermogen, als je dat goed hebt, bezit, kan je dat gebruiken. Maar is dat niet zo, dan weet ik, als je luistert, probeer dan daar innerlijk in te gaan. Dus je gaat dus, zeg ik ook altijd, je ogen sluiten. En ik ga je ook altijd eerst aarden, omdat je naar een hogere trilling gaat. En dan voel je dus dat je veilig bent. Ik zet je helemaal in die veiligheid. Ik laat er lichtwezens bij, die bij jou zijn. Dus je hebt geen angst. Je bent niet gespannen. Als het goed is, maar ben je wel gespannen, ligt het aan iets anders, waarmee ik je ook weer help. Maar alles wat dan gebeurt in die healing, bijvoorbeeld bij deze schrijfster, haar benen die beginnen te trillen. Daar ligt iets, daar is iets waar je dan alert op gemaakt wordt om daar verder uiteindelijk vanuit jouw onbewuste, en dat zijn die onbegrepen pijnen, die dan naar boven kunnen komen. Onbegrepen pijnen liggen in het onbewuste. En ik heb je uitgelegd, het onderbewuste is een kamer die af en toe open gaat en ook triggers. Dus dat ligt wat hoger naar jouw bewustwording. Het bewuste is dus wat wij nu horen en wat we dus ja, kunnen vertellen en weten op dit moment is in jouw bewustzijn. Dus zo kan je daar ook een beetje uitkomen. Maar weet, als je op die trilling meegaat in een healing en ook later die trilling weer naar beneden, dat die healing altijd doorwerkt. En omdat ik het zo belangrijk vind om dit met jullie te delen, weet ik uit ervaring dat ik vanuit de bovenwereld deze healing, speciaal voor Dit is mijn toekomst, ook doorkrijg. Elke keer weer een hele andere inzet vanuit een andere kant. Dat jullie altijd, ongeacht, al zou je elke dag, en dat hoeft natuurlijk niet, maar elke dag meedoen met een healing, dat het nooit verkeerd is. Want elke keer wordt er iets bij jou verlicht en doorgelicht, waardoor jij weer aan de beterende hand bent en steeds meer ruimte in jezelf krijgt. Die blokkades, die onbegrepen pijnen zijn blokkades die ik in vlekken kan zien. En die zie ik dan ook via de lichtmeesters in de healing. Die mogen dan opgelost worden. En dat is natuurlijk ook heel fijn. En dan ga ik even kijken, want ik ben nu met de mail bezig. En dan ga ik toch even kijken of ik een paar korte mailtjes ook nog van de kijkers kan lezen. Voorlezen en weet dat ook al die stukjes die jullie schrijven en die ik nu voorlees, ook steeds weer terug gaan komen in de sleutel tot verdieping. Want ik blijf bezig met het rubriekje Kom op verhaal en daarbij ook de verdieping aan jullie uitleggen. Even kijken, want ik ben nooit zo'n held om iets weer op te zoeken. Maar ik heb hier iets. En dan heb ik natuurlijk net de verkeerde.
allemaal heel makkelijk om het klaar te leggen, maar dan ben ik het ook meteen weer kwijt. Even kijken welke dit is. Ja, hier heb ik wat mailtjes van jullie bij elkaar. En ik ga nog steeds mijn best doen om op de computer wat beter te kunnen werken. En ook even een heel klein stukje wat ik heel leuk vond van iemand. En die schrijft: lieve Bertine, het lijkt me een heel erg goed idee voor de kijkers om gestimuleerd te worden hun eigen verhaal te maken en te vertellen. En dat is ook wat hierbij de bedoeling is, dat als je gaat schrijven, dan raak je uiteindelijk al in die healing. Je komt door het schrijven, verwerk je al een heleboel. En dat schreef ook een keer een briefschrijfster. Ik ben in tranen als ik het opschrijf. En laat je woorden maar vloeien. Want ik maak het verhaal toch altijd zo dat als jij bijvoorbeeld hele korte zinnen maakt en daar uiteindelijk niet echt verhalend in kan schrijven, dat is geen probleem. Want ik ga daarbij jouw verhaal vertellen. Ik schrijf bepaalde punten op en ik vertel jouw verhaal in een verhalende lijn met jouw gevoelens erin, want die voel ik. Dus je mag altijd in een bepaald rapport schrijven met enkele woorden, nou korte zinnen van ik voelde me verdrietig en ik ging heel erg huilen. Ik had het heel erg moeilijk, mijn moeder ging weg en ja, toen voelde ik me zo alleen, weet je. Dat mag heel onsamenhangend zijn voor mij. Je hoeft niet goed te kunnen schrijven om te reageren in het rubriekje kom op verhaal. En dat kan bij Dit is mijn toekomst, bij support@ditismetoekomst.nl. De support apenstaartje, ditismetoekomst.nl. En dan schrijf je kom op verhaal Bertine. Dan komt het altijd goed. En ben je dat vergeten, schrijf je gewoon Bertine. Want nou, ik denk dat je mijn naam ondertussen wel kan onthouden. En je hoeft niet alles precies te doen. Je hoeft niet goed te zijn in schrijven. En weet dat je altijd welkom bent. Want juist wat je ook schrijft, jouw gevoel wordt aangeraakt. En daar gaat het mij om. Om met jouw gevoel en dat te delen met de kijkers. En altijd anoniem dat jij voelt van, hey, ik word begrepen. Ik ga het uitleggen wat er dan bij iemand aan de hand is. Dus je krijgt het als het ware een persoonlijk verhaal vanuit jouw gevoel. En dat wordt aangeraakt, maar ook naar de andere kijkers. Want daar heb ik ook heel bijzondere reacties op. Nou, dan heb ik hier een volgende. En dan pak ik even eerst die andere. Lieve Bertine, ik voel weerstand bij deze storytelling opdracht. Wil er eigenlijk niet aan beginnen. Moet al huilen terwijl ik dit schrijf. Heb het idee dat ik als kind niet veel positieve ervaringen heb opgedaan. Ik heb nagedacht over een leuke ervaring samen met mijn vader. Ik raakte heel erg van streek omdat hij het bijna niet zijn. Als kleinkind was ik vrolijk en altijd aan het spelen en het knutselen. Mijn vader heeft mij een keer het zonnetje in huis genoemd. Ik vond het fijn bij mijn moeder en oma. Oma was lief. Ik vond het heel fijn om bij haar te zijn. Als er thuis iets was, bijvoorbeeld als ik een majo moest dragen die afzakte, werd ik door haar getroost. Ik heb samen met haar poppenkleertjes gemaakt op de handnaaimachine. Zo een waar je aan de zijkant aan een hendel draait. Deze naaimachine heb ik nu. Ik heb ook de houten breinaaldenkoker met een gekleurd bloemenmotief van haar. Dit was het eerste cadeautje wat ze van opa had gekregen. De tranen stromen nu over mijn wangen. Oma en opa zijn beide gestorven. Ik huil vaak als ik aan oma denk. Ik mis haar. Ik heb volgens mij ook samen met haar gebreid, gehaakt,
geborduurd. Het was fijn bij opa en oma. Liefs van mij. Dus de briefschrijfster. En er staan dan in zo'n mail, wat ik voel, heel veel fragmenten, wat dan ook pijn doet. Dus er zijn momenten die jullie dus voelen in een verhaal wat ik vertel. En dan kom je op en dan denk je, zal ik het schrijven? Nou ja, het is maar één zin, dat doe ik maar niet. Maar doe dat gerust, want ik haal ook meerdere verhaaltjes bij elkaar. En bij deze, dat ze als kleinkind vrolijk was, dat ze dat herinnert. Ja, dan ben je puur. En ook nog een keer het zonnetje in huis genoemd. Dus weet je, er komen dan even ook mooie momenten naar boven. Maar ik weet dat het voor deze schrijfster heel moeilijk is. Want waar zijn die mooie momenten gebleven? Wij herinneren ons vaak, als we trauma hebben en een pijnlijke jeugd hebben gehad, alleen die moeilijke dingen. En dat is ook logisch, want in die kamer, in dat onbewuste, komt alleen die pijn naar boven. En alles wat mooi is, is eigenlijk helemaal weggevaagd. En dat zit ook in je. Dat is een strijd in je wat gebeurt. En vandaar dat ik ook steeds weer die healing geef om dat vrij te maken. En lieve mensen, heb geduld. Want dat is wel het grootste woord wat je nodig hebt als je iets zwaars meegemaakt hebt. Ik vind het ook heel fijn dat deze briefschrijfster dus dit ook kon schrijven. Maar ook wil ik die weerstand benoemen. Die weerstand die er dan is vanuit het schrijven. Dat je voelt, ik wil er eigenlijk helemaal niet bij komen. Ik vind dit moeilijk. En dit is ook logisch. Ik ga eventjes kijken naar wat ik geantwoord heb. Want hier heb ik nog een stukje op kunnen antwoorden. En niet alle mails kan ik beantwoorden. Dat doe ik wel in het mailconsult. Want ik heb de box van de mailconsult weer geopend. Daar krijg je alle antwoorden. En alles wordt ook uitgewerkt voor jou. Ik schrijf terug. Lieve schrijfster, je denkt niet veel positiefs te herinneren uit je jeugd. Toch komen bij het schrijven steeds meer mooie herinneringen naar boven. Je hebt duidelijk de juiste kamer van jouw geheugen weten te openen. En zoals ik nu voel, maakt je dat blij. In je overlevingsstrategie tijdens je jeugd heb je momenten aan jezelf gekoppeld. Deze zijn in je kast bewaard vanuit de eerste kamer van jouw herinneringen. Zowel negatief als positief. En de kamer is dus iets wat opgeslagen is in je hoofd, zoals je hersens ook werken. Dat heb ik ook een keer in een uitzending uitgelegd. Als het trauma is, dan zal op het moment van herinnering altijd het trauma eerst herinnerd worden. Nou, dat vertelde ik zojuist al. Dit is heel sterk. Daarvoor vind ik het heel fijn dat je bent gaan schrijven. Nu gaan ook mooie herinneringen naar boven komen en zal jij steeds beter in heling komen voor jezelf. En dat is belangrijk. Ik wens je heel veel kracht in de ontwikkeling en heling van jouzelf. Nou, dat was aan deze schrijfster. Ga ik ook die andere voorlezen, want ik vind dat ook een hele bijzondere. En ik wil deze personen, heb ik me ook voorgenomen, niet overslaan. Jullie komen allemaal aan bod. Allemaal krijgen jullie antwoorden en dan in de uitzending. En altijd dat het niet herkenbaar is voor de ander. Hallo Bettine. Vroeger gingen wij vaak op familiebezoek in Bokstel, omdat mijn niet-biologische vader daar vandaan kwam. Nou, zeg je van, hé, dan noem je de plaats, maar dat is dus vanuit vroeger ook, als ik zeg, ik heb een herinnering uit Gouda, daar ben ik geboren, dan vertel ik dus mijn eigen herinnering. Maar je weet niet van al die mensen die in Gouda wonen, wie iemand is. Dus deze mevrouw ging op familiebezoek en
Daar kwam niet haar biologische vader vandaan. Ik had van mijn oma een schriftje gekregen over Maria. Ze had deze uit Lourdes meegebracht voor mij. Dit schriftje betekende heel veel voor mij. En Maria was mijn houvast. Ik nam het schriftje overal mee naartoe. Zo ook als we op bezoek gingen. Ik speelde naar schooltje met mijn zusje en nichtje en zong het Ave Maria. Vond zelf dat ik heel mooi kon zingen, maar mijn zusje en nichtje wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Ik ben toen gestopt met zingen, omdat ik het gevoel had dat ze me niet begrepen. Later heeft mijn moeder dit schriftje weggegooid. Dit was voor mij de druppel naar mijn moeder en ben heel boos op haar geworden en geconcludeerd dat ze helemaal niets van mij begreep. Dank je wel, Bertine, voor het luisteren en aanhoren van mijn brief. Dan ga ik even kijken wat ik daarop heb kunnen antwoorden. Ik schrijf aan haar: hallo, een zeer pijnlijke herinnering van het bijzonder en voor jou persoonlijke schriftje. Om jouw innerlijk kind hiermee tegemoet te komen, is het aan jou de meelevende getuige te kunnen zijn, waarbij je het kind in jou geeft waar het behoefte aan heeft. En eigenlijk de getuige, bedoel ik eigenlijk nog meer de volwassenen. De getuige in het innerlijk kinddialoog heeft weer net een iets andere plaats. Dus wil ik dit ook even corrigeren naar jullie toe. Als je een innerlijk kinddialoog hebt, ga ik met de volwassene aan de slag. Want als jij als volwassene jouw eigen kind ziet, dan voel je zelf die pijn. Maar ga je als volwassene daarmee om, dus de volwassene is de ouder, de vader, moeder tegelijk, dan zie je het kind, dan neem je het waar. En als je dus niet meeleidt, maar meeleeft, dan ga je niet in die trilling mee. En dat is dus waarom dat innerlijk kinddialoog op die manier behandeld wordt. En ik schrijf ook aan jou: de komende weken geef ik uitleg en healing hierover en wil graag jouw verhaal hierin meenemen. Alleen jij zal jouw stukje herkennen en verder blijft dit voor mij uit anoniem voor de kijkers. En dat heb ik ook geschreven en dat zeg ik ook tegen jullie allemaal. Het verhaal blijft anoniem en af en toe neem ik ook een stukje verhaal mee. Zo wat jullie schrijven, wat belangrijk is. En dan vertel ik iets, een stukje ertussendoor, wat jullie mij hebben laten weten. En dat is ook afgelopen week gebeurd met iemand die dus de healing mee had gemaakt. En dat was, meen ik, ja, dat was de healing van Lourdes, de kracht van Lourdes met die onbegrepen pijnen. Die mevrouw belde mij. En wat gebeurt er? We hadden natuurlijk ook afgelopen week die volle maan. En dat gevoel, dat kwamen een heleboel oude stukken ook naar boven, werden aangeraakt. Want misschien hebben jullie daar ook last van gehad, dat je dacht van wat gebeurt er allemaal. Ik ga er nog een keer een hele mooie uitzending over brengen, zeker. En dat wil ik op 6 maart doen, dan weten jullie dat alvast, over die gevoelens. Want daar komen echt verhalen aan te pas, waar jullie jezelf ook vanuit een heel oud stuk kunnen herinneren wat daar gebeurt als er volle maan is. En dat houden jullie ook te goed, want dat is door de bovenwereld aangereikt naar mij om daar ook uitleg over te gaan geven. Dat ga ik doen op 6 maart. Dus hou ook je agenda in de gaten op maandagochtend. En ook natuurlijk een bijzondere healing. Maar ik kreeg van vrijdag 3 februari ook van deze vrouw, die dus in Lourdes was en het gevoel had dat die onbegrepen pijnen, dat ze daar iets mee mocht doen. Ze had ook besloten om die healing mee te doen.
En je voelt wanneer je mee mag doen. Dat voel je. Je wordt begeleid door je hoger zelf daarin. En wat gebeurde er in het weekend? Ook door die gevoeligheid van die volle maan was het het juiste moment dat ik die onbegrepen pijnen mocht doen. Omdat het 2 dagen was voordat die volle maan er zou zijn. En dan gaat die maan al in zijn kracht komen, in die gevoelens loslaten. En toen ze mij belde, zei ze: Bettine, er is ongelooflijk veel gebeurd. Maar kan je mij uitleggen hoe dat precies in zijn werk is gegaan? Omdat ik nu dat gevoel heb. En hoe kan het? Hoe kan het dat ik toen mijn vader stierf, ineens even, toen het gebeurde, werd ik enorm verkouden. En ik ging naar boven en ik vond hem daar uiteindelijk. Nou, dat was, ik was maar een meisje, een tienermeisje. En ik vond mijn vader daar. En hij was stervende. En ik ben gauw mijn moeder gaan roepen. Maar Bettine, het rare was, op het moment dat hij overging, was ik mijn verkoudheid kwijt. Hoe kan dat? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat er ook wonderen kunnen gebeuren wat je niet altijd beseft. En natuurlijk is daar niet altijd een verklaring voor te vinden hoe een verkoudheid ineens kan ontstaan als iets zwaars is en dan het moment dat het overgaat, dat het, ja, dat je het kwijt bent. Nou, dat is dus het wonder van Lourdes wat ook meewerkt aan deze situaties dat je denkt, ik kan daar geen verklaring voor vinden. Ik heb haar, daar ga ik niet helemaal over uitweiden, ook uitgelegd hoe het in elkaar zat en hoe dat mogelijk is dat er iets is vanuit je onbewuste, wat misschien wel op de ziel ligt, wat daarmee triggert, naar boven komt om een herinnering te zijn. Maar met de maan had zij dus dat ze last had van haar holtes. En ze had ook ontstekingen. En ze zegt, het is ongelooflijk dat ik ook hiermee ineens daaraan herinnerd werd. En wist van, hé, ik moet Bettine bellen. En toen heb ik haar uitgelegd dat bepaalde situaties in gevoelens en in alle weerstanden in het onbewuste opgeslagen worden om op een bepaald moment te weten dat je daar weer terug in mag komen, omdat het verdriet van dat meisje, hoe zij ook dacht dat verwerkt hebben, dat niet helemaal verwerkt had, omdat zij een moeder heeft die ook niet bij haar gevoel durfde te komen of niet kon komen, om in haar leven altijd gehoord te hebben van opstaan en verder gaan. En als je dan als kind probeert jouw gevoel, jouw verdriet kwijt te raken bij zo'n moeder, en dat gaat niet lukken, dan ben je alleen. Dan ga je een eigen weg volgen en dan verwerk je niet dat verdriet. En daar gaan we ook maandagochtend, aanstaande maandag, over praten. Die onbegrepen pijnen, maar vooral van die moeder die uiteindelijk niet bij jou kon zijn vanwege haar gevoel. Daar gaan we over praten. En je mag ook nu al in gedachten nemen van wat je dan ook zou willen schrijven. En je mag het ook al op de mail schrijven, want het is nog tijd genoeg om dat aan te laten komen. Dit is mijn toekomst, stuur het ook meteen door. En dan ga ik even kijken, want jullie hebben al heel veel weer geschreven. De zon is erbij. Nou, wonderen bestaan, maakt ze mee. Nou, dat is ook zo. En Magda zegt, hele oude stukken kwamen bij mij naar boven. En dromen waar ik niet gezien en gehoord werd. Maar wat ben ik blij met Dimt, waardoor ik me steeds meer durf te laten zien. Zo blij, ik ben heel dankbaar. En dat is ook fijn. En Magda, je schrijft ook over dromen. Dromen zijn ook vanuit het onbewuste. En dat zijn flarden. En dat is nooit een verhaal. Maar schrijf ze op en stuur ze ook toe. Want dan weet ik ook
wat er bij mensen in het onbewuste speelt. En dan ga ik ook op een gegeven moment die dromen uitleggen. Ik verzamel dromen om daarin ook een uitzending te doen, dat ik jullie kan uitleggen aan de hand van jullie herinneringen en dromen, flarden, al is het maar één ding. Want je kan over iemand dromen en denken, die persoon is in mijn droom, maar die kan ook voor iemand anders staan. Dus dan begrijp je niet altijd zelf waar dat vandaan komt. En ik krijg ook wel gesprekken over dromen met mensen. En ja, die leg ik dan uit. En zelf zie je dat niet helemaal altijd, maar weet dat dromen helend werken. En vooral als ze bewust kunnen worden voor jou. Dus laat je dromen weten en verzin er niet altijd dingen bij. Je mag wel schrijven, ik denk dat, dat mag, maar schrijf dat dan niet zoals jij dan je droom precies ziet. Maar schrijf dan even of tussen haakjes, ik denk dat dat daaraan ligt, mag. Maar het hoeft niet. Het is wel fijn om een klein stukje van jouw levensverhaal te weten. Zodat ik, als jij dus niet bekend bent bij mij, dat ik iets meer van die trilling voel. Van, nou, ik heb een moeilijke jeugd gehad. Of ik heb, mijn ouders hebben het heel zwaar gehad in de oorlog. Dat daar oude stukken kunnen zijn die jij gaat dromen. Dat heelt. Dat werkt enorm helend. En ik zal er zeker tot in de diepste dat uit gaan werken in een verhaal wat jij kan begrijpen, wat bewust mag worden vanuit jouw onbewuste. En Daniela zegt, ja, dat is zo waar en ook erg. En wat er erg is, weet ik even niet wat je vertelt nu. Want ik ben al een heel stuk verder in mijn verhaal. Maar fijn zo die reacties. En ik zie ook een reactie naar Wim Antonissen. En lieve Wim, nou heel mooi. Dat is ook heel prachtig. En Wim is ook altijd iemand die aanwezig is bij Dit is mijn toekomst. En helemaal bij de familie hoort. En zie je, Wim, ik zie je weer reageren. Ik heb je heel even gemist. En dat mag ook, als je even tijd hebt voor jezelf. Maar ik ben heel blij dat ik je ook weer hierbij zie. En ook altijd ondersteunend naar de ander. Nou, dat is heel mooi. En ik zie dat we al bijna aan het einde gekomen zijn. Dan kijk ik even of ik dan alles ook zo'n beetje gehad heb wat ik wilde vertellen. En ja, ik heb eigenlijk nog hele grote stukken. Maar dat wordt dan te kort tijd. Maar kijken jullie ook aanstaande maandag. Want als jij een kind bent wat een moeder heeft die je wel lief had, maar emotioneel niet bij jou betrokken kon zijn in haar gevoel, doordat waar dan ook vandaan ze het moeilijk heeft gehad, daar ga ik helemaal over vertellen. En ga je gevoelens na in het weekend dat je al iets zou willen vertellen. Want dat ga ik dan even ook meenemen, al in korte stukjes en later in een hele uitzending van De Sleutel tot Verdieping, om nog eens dubbel die uitleg daarover te geven. Dankjewel, lieve mensen, dat jullie er allemaal wilden zijn. Ik moet helaas ook af gaan sluiten. Ik kom zo meteen terug op de telefoonlijn. Het nummer staat onderin, box nummer 229. En ik hoop jullie reacties ook te horen. En je mag ook zo meteen een afspraak maken op de telefoonlijn. Als je een wat langer gesprek wil in de avond, dan maak ik een persoonlijke afspraak met jou. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie ook hieraan wat gehad hebben vandaag in de uitleg van onze uitzending en healing. En ik zeg daarbij dankjewel voor jullie aanwezigheid en tot gauw weer. Dag! Hey, wat leuk dat je kijkt op Dit is mijn toekomst, naar onze online spiritual backcasting training.
Wil jij weten vanuit de methode wat bewustzijnsherinnering is? Wil jij weten hoe het is vanuit het gevoel naar je hoofd te willen gaan leven, vanuit het menselijke? Wil jij precies weten wat de bewustzijnsherinnering inhoudt? Ontdek dan tijdens onze online trainingen hoe onze spiritual backcasting methode jou daarin kan ondersteunen. Tijdens deze training neem je deel aan een uniek rollenspel waarin jij inzicht krijgt in jouw bewustzijnsherinnering, groei en les. En welke handvatten en tools om jouw proces te versnellen waar je wilt zijn. Kortom, wordt de regisserende creator van jouw carrière van het leven. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Een medium of coach van Dit is mijn toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is mijn toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer. Dus niet meer via ons 0909 nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is mijn toekomst credits. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Goedemorgen bij Dit is mijn toekomst. Vandaag de hoofduitzending. We gaan het hebben over het zelfhelend vermogen.
En na deze uitzending om 11 uur hebben we de healing naar de helende reis healing. Dus we gaan het hebben op het stukje zelf even het vermogen ook. Wat je kan tegenkomen, waardoor je er misschien doorheen kan gaan. En wat je kan activeren vanuit het... vanuit jouw innerlijke wijsheid, vanuit jouw bewustzijn, vanuit jouw energie, vanuit de spiritualiteit. Wilde iedereen ook welkom heten via Facebook, de website en YouTube. En via de website kun je ook de collega's aanwezig zien die op dit moment aan het werk zijn. Iedereen heeft zijn eigen expertise's. Je kunt altijd even kijken of het resoneert met je. En dan kun je altijd via optie 1 en een boxnummer intoetsen. En het onderstaande nummer 09098070. Vanuit hier kun je, als stel dat je vragen hebt, ook vanuit... we hebben een interactieve live. Dus stel dat je vragen hebt, ook via de website of via Facebook dat je meekijkt en YouTube. Dan kun je via optie 4 ook binnenstromen. Mocht je echt een persoonlijke vraag hebben die je wat uitgebreider wil stellen aan mij. En verder kun je, omdat het ook wel interactief is, kun je altijd mee reageren. Stel dat je met vragen loopt over het zelfhelend vermogen. Misschien ben je er ook wel mee bezig. Ben je er ook wel benieuwd naar hoe je dat eigenlijk voor jezelf tot stand kan brengen. Misschien heb je daar ook wel allerlei manieren voor. Kunnen we het ook samen delen. Ik deel ook het stukje vanuit spiritualiteit, vanuit het energetisch werk. Ik zelf ben medium, healer en... energetisch werker. Meestal zeg ik altijd energetisch werker, omdat het met de energie is. En dat het eigenlijk, dat vind ik eigenlijk zelf het mooiste naam, energetisch werker. Omdat je dan ook wel meer benoemt dan alleen maar specifiek het mediumschap of de healing. Daarnaast bewustzijnscoaching doe ik ook. Dus kijken naar het veld, wat er naar voren kan komen, wat er voor mag komen. En dat is ook een stukje van het zelfhelend vermogen, omdat we ook als energetisch werker kijkt ook vanuit, goh, waar zitten jouw knelpunten, waar zitten je blokkades, wat maakt het dat je het idee hebt dat je vast zit. Misschien voel je je soms ook wel overprikkeld, overloaded, heb je veel stress of angsten. En daarnaast kun je natuurlijk ook... iemand zijn die talent heeft om energetisch werker te zijn. Of talent hebt vanuit het gevoel veel op te kunnen vangen. Dus dat je merkt dat je veel in je veld krijgt vanuit andere mensen. En dat jij daar mee rondloopt. En daarin is ook eigenlijk wel een stukje zelfhelend vermogen. Omdat het zou mooi zijn natuurlijk als je dat meteen weg kan geleiden uit je veld. Dus vanuit jouw waarnemer, vanuit jouw bewustzijn... de eerste impuls binnen voelt komen en dat kan waarnemen of dat van jou is of dat van de ander is. Mogen het dus inderdaad van jou zijn, daar willen we het ook over hebben natuurlijk. Wat kun je doen om jezelf in ieder geval hoger in je energie te laten houden? Ik wil ook even kijken wie er allemaal zijn. En misschien dat je ook wel denkt van ja, ik ben er al mee bezig, maar ik ben nieuwsgierig naar wat je te delen hebt, maar ik wil ook eigenlijk zelf al wat delen. Misschien loop je ergens tegenaan. Misschien heb je ook last van stress en angsten. Ik ga even kijken bij Facebook, want daar kijk ik altijd mee voor de interactieve live. Stel dat je via de website of YouTube kijkt. Wees welkom via de stream. En even kijken, mezelf even wat geminder. kijk hoor. Even kijken wie er allemaal zijn. Goedemorgen, zegt José. Goedemorgen. Ik ga ook vanuit ook kaarten pakken vanuit de energie die nu is en waar we op resoneren. Dus ook het stuk van het te lopen, belopen, waardoor je naar het zelfhelend vermogen kan. In de helende reis heeft ook te maken met het stukje... om het zelfhelend vermogen ook te activeren. Dus dat je ook wat hoger weer in je trilling komt. Dus hoger in je energiefrequentie. Maar ook voornamelijk dat je weer dicht bij jezelf bent. En dat je rust ook ervaart in je hoofd. Waardoor je ook je innerlijke stem kan laten horen. Daarnaast kun je ook last hebben bijvoorbeeld van lichamelijke klachten. Dat hoort natuurlijk ook bij het zelfhelende vermogen.
Ik ben geen dokter, maar we hebben wel met het energetisch veld te maken. En we kunnen, kunnen natuurlijk wel daarna kijken of dat het natuurlijk misschien wel helpt voor jezelf. Dat je kan kijken of dat je mee kan helpen in het proces. Omdat het toch ook opslaat in het veld. En dat kan met pijn, het kan mentale pijn zijn, maar het kan natuurlijk ook fysieke pijn zijn. Dan moeten we natuurlijk altijd wel een beetje kijken van wat wel via een energetisch kan en via een specialist, een dokter. Ik wilde in ieder geval een kaart pakken op het stuk waar we het nu over hebben, zodat we kunnen beginnen. Misschien heb je ook vragen, die mag je me stellen. Ik pak niet persoonlijke kaartjes, maar elke vraag die je wel stelt, daarin ga ik vanuit dit onderwerp wel op in, ook energetisch. Nou, dat is natuurlijk wel super mooi, deze kaart. Deze kaart gaan we mee beginnen, vanuit het zelfhelende vermogen. En dat heeft te maken met medicijnwiel en voortzetting. Je mag voor mij ook kijken wat voor jou zegt, deze kaart. En dat mag je ook delen. Medicijnwiel en voortzetting vanuit de energie, vanuit wat ik daarin waarneem, is jij bent een bewustzijn, je bent energie, je bent een spiritueel wezen met heel veel wijsheid, innerlijke kracht. En die kracht heeft een hoge trilling. En omdat wij als energie altijd voortblijven bestaan, maakt het dat je dus ervaart dat je ook wijsheden vanuit je eigen innerlijke stem kan ervaren. En het zou mogelijk kunnen zijn dat het ook doorgangen kan creëren in stukken of waar jij mee zit als thema. Dus blokkades, het kan te maken hebben met waar je vastloopt, dat je bijvoorbeeld vastloopt in je mechanismes, in angsten, misschien emoties. Jouw innerlijke wijsheid, jouw waarnemer heeft daar informatie over, inzichten in, doorgangen in, oplossingen in. Het is heel lastig, ook als je natuurlijk in een bepaalde fuik zit of een bepaalde cyclus zit, in een bepaald proces zit, om dat dan ook kunnen waarnemen. Vanuit de voortzetting, zoals ik hem dan voel in de energie, heeft het te maken dat je echt vanuit die kracht kan pakken om te kijken, oké, ik kan door die pijnstukken heen. Of ik kan door lichamelijke pijn heen. Stel dat je last van je rug hebt. Een lange tijd, ik heb het ook een lange tijd gehad. Op een gegeven moment ben ik daarin gaan zitten met mijn energie. En ben ik er doorheen gegaan, heeft het ruimte gecreëerd. Uiteindelijk heeft natuurlijk je lichaam daar een proces in. Maar het maakt wel dat je, doordat je erin gaat zitten, ruimte kan creëren. In mijn geval heb ik echt alles geprobeerd wat buiten mezelf lag om er vanaf te komen. Het heeft 10 jaar geduurd. En uiteindelijk kwam het toch het van binnenuit. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Het blijft wel een zwakke plek. Maar het, dat heeft ook natuurlijk te maken dat je natuurlijk ook vanuit je mentale, maar vanuit je energie, maar je fysieke lichaam natuurlijk ook op peil mag houden. Omdat die mag samenwerken met jouw bewustzijn. Karen zegt, goedemorgen iedereen. Oh, zo tof. Een boodschap. Yes. We gaan, dus als je stelt dat je een vraag hebt, dan mag je natuurlijk stellen, ook over het onderwerp. Ik kijk er inderdaad in de energie naar. Ik pak in deze live nu niet persoonlijke kaartjes. Mocht er echt een vraag zijn dat het ineens spontaan opkomt, dan is dat wat het is. Ik pak in ieder geval wel kaarten in het onderwerp. Dus uiteindelijk geeft het voor jezelf ook inderdaad inzicht. En in deze kaart geeft in ieder geval, de boodschap is inderdaad de voortzetting. Dus dat je vanuit de energie, je cyclus die jouw energie is, jouw bewustzijn is, mag voortzetten als kracht. Dat je je geest en je angsten mag aankijken vanuit een waarnemer. Dus het mag laten zijn, waardoor je er niet in vastloopt. En het stukje ook het hele in het nu. Want alles is er op dit moment. Het verleden is al geweest en de toekomst wordt gecreëerd in het nu. En vanuit het hele in het nu maakt ook dat jij ook de kansen en de keuzes op een andere manier kan pakken vanuit het bewuste.
kansen en keuzes. Dan zit je niet vast in het verleden of in het heden, wat er nu nog mag komen. Of ik bedoel in de toekomst, wat er nu nog gaat komen. Maar je zit dan in het nu, waardoor je kan kijken van, oké, wat gebeurt er in mijn veld? Wat raakt mij in mijn veld? Nou, stel dat je inderdaad heel gevoelig bent en je loopt in een ruimte en je merkt dat je eigenlijk anders gaat voelen dan dat je voordat je er binnen liep. En je hebt het gevoel van, oké, ik voel me onrustig. Ik ervaar me dat het wat verwarrend is. Ik word onzeker ervan. En op een gegeven moment denk je van, ja, wat gebeurt er nu? En kan het zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld heel erg gesloten gaat worden? Of je kan zijn dat je heel erg druk gaat worden, outgoing gaat doen. Het ligt er maar aan wat jouw mechanisme is op dat moment. Het kan in ieder geval jouw gemoed bepalen. En dat kan te maken hebben dat er iets geraakt wordt in het veld wat op dat moment nog niet geheeld is. Dus dat is een mogelijkheid wat er kan ontstaan vanuit het nu. En ja, dan kun je bijvoorbeeld als je thuis komt ineens weer in een zwaar stuk belanden. In een herinnering vanuit het verleden. Dan heb je het idee dat je dingen niet verwerkt hebt. Dat je dingen niet, dat je nog steeds daarin zit. En op dat moment kunnen jouw gedachten daar ook niet uitkomen. Als je dat ervaart, is het ook heel vervelend natuurlijk uiteraard. Want ja, je kunt er helemaal in verdwalen. En zeker als je het al een hele lange periode je overkomt. En dat je gaat stapelen. En op een gegeven moment het er ineens ergens uitkomt. En je weet ook niet meer waar het vandaan komt. Misschien herken je dat wel. Daarin is ook het stuk vanuit het hele in het nu te maken. Als je je kan afstemmen vanuit het nu. Vanuit het dicht bij jezelf als waarnemer kan laten zijn wat er gebeurt. Kun je vanuit jouw energie, jouw hoge trilling die je eigenlijk van oorsprong bent. Dus vanuit jouw authentieke zelf. Kan die lage energie eigenlijk doorzien. Dus dan is het er wel. Maar die gaat er dan doorheen. Gaat door die weerstand heen. En op die manier maak je nieuwe herinneringen. Waardoor die herinneringen zijn van hogere trilling. Want dat lukt op dat moment eigenlijk beter. Om het zo te zeggen. Het voelt ook verlichtend als je er doorheen bent gegaan. Maar dat doorheen gaan is dat lastige punt. Dat weerhoudt. En dat houdt je vast. En het zelfhelend vermogen maakt dat wanneer je herinneringen maakt die op een positieve manier zijn. Of je gedachtegangen naar een positieve manier laat gaan. Zorgt het ervoor dat je andere keuzes maakt en andere kansen pakt. En die trilling blijft ook in je veld zitten, waardoor je dingen gaat omkantelen. En ook het verleden op die manier, op een andere manier kan gaan kijken. En jezelf nog een kans geeft om jezelf daarin te helen ook. En dat is het zelfhelend vermogen. Ik zie gezellig Mirjam, goedemorgen. Anja, goedemorgen. Leuk dat je ook goedemorgen zegt. Dat jullie er zijn. Nou ja, vanuit de voortzetting wilde ik naar het stukje van de herken je dit ook. Hè? Van de, dat je dat wel eens meemaakt in je leven. Dat je merkt dat je thuis komt en eigenlijk niet eens weet waar je onrust of je verwarring of je twijfels in zitten. Dus dat kan te maken hebben met onverwerkte emoties. En die de boel dus daardoor ook vastzetten. Met angst of met stress. En hoe kom je uit die strijd en uit die knelpunten? En vanuit daar wil ik in ieder geval pakken naar beweging toe. Nou, voortzetting is wel een hele toepasselijke die we net hadden gepakt. Naar beweging, en daar wil ik ook een kaart op pakken van misschien heb je het gevoel van, nou, ik zit vast. Ik zou mijn zelfhelend vermogen daarin willen gebruiken. Ik pak een kaart op om springt eruit. Dat is de kaart van de deze kaart. En dat kun je op verschillende manieren. Kijk maar voor jezelf. Stel dat je nu vast zit. Nou, je wil dan op dat moment beweging krijgen. Nou, deze kaart geeft ook aan. Dus de raad. En dat is afleiding. Nou, dat kun je dus op twee verschillende manieren zien. Het kan zijn dat je dus merkt wanneer jij vast zit. Dat je daardoor afleiding gaat zoeken. Dus eigenlijk weggaat vanuit het zelfhelend vermogen. Dus eigenlijk weggaat van het. Bijvoorbeeld, misschien herken je dat wel van het probleem. Misschien zit je wel ergens vast in een situatie, in de relatie. Misschien zit je wel vast ergens op je werk.
En maakt het dat je, ook soms val ik vast ook, volgens mij ik zelf ook af en toe vast in de energie. Ik blijf vast op internet, zie ik. Dus afleiding kun je dus ook merken dat je afleiding zoekt om ja, eigenlijk te werken. Of dat je de weg van kijkt. En misschien herken je dat ook wel in je omgeving. Stel dat je ook in relatie zit en misschien wel eens met aantrekken af. Of merkt als je met, op je werk of met collega's of met vrienden iets hebt aangegeven, maar dat iemand van het stuk waar het over gaat. Ik weet niet of dat iedereen me nu heeft gehoord, maar ik hoop dat jullie me goed verstaan, want hij blijft een beetje hangen af en toe. Dus dat kan het zijn dat je dus afleiding zoekt, maar dat je dus ook wel eens merkt dat vanuit de andere kant dat iemand dat spiegelt naar je. Ik ga even kijken of jullie me allemaal goed zien. Want ik blijf een beetje stilstaan af en toe. Nou, dan gaan we het even opnieuw vertellen. Ik hoop dat ik ga even kijken of dat mijn internet het is. Of dat het met Skype te maken heeft. Even zoeken hoor. Nou, mijn internet doet het gewoon goed. Yes, dus dat is mooi. Dus de afleiding kan ook te maken hebben dat je dus iets anders, een andere kant op gaat dan datgene wat er eigenlijk aan de hand is. En dan blijft het opstapelen of eigenlijk constant in je hoofd doorgaan. Daarnaast kan de ratel, dus de kaart die ik gepakt heeft voor de beweging, kan ook te maken dat het te maken heeft met zorgen dat je dicht bij jezelf blijft. Waardoor jouw energie het uit het veld kan verleiden. Dus dat het afgeleid wordt, eigenlijk weggevoerd wordt uit het veld. Dus dat het niet tot je komt, maar dat het weer bij de persoon blijft waar het mag zijn, of bij het verhaal van de ander mag blijven, of de verantwoordelijkheid bij de ander laat leggen. Even kijken, Karen zegt, is er dat een verschil pijn aan de onderrug of bovenrug? Is dat een verschil pijn aan de onderrug? Mooie vraag. Ja, nou, energetisch is dat zeker zo. Ik ben niet een 100% specialist op het gebied van, moet ik wel eerlijk zeggen, met alle benoemingen en benamingen te weten. Vanuit de onderrug is het wel vanuit je waarde en respect. Vanuit boven, deze toevallig weet ik wel, maar ik weet niet alle lichaams of organen wat het allemaal precies betekent. Maar de meeste heb ik wel. Je hebt er natuurlijk ook energetisch werkers voor die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Het geldt ook voor de astrologie natuurlijk. Dat zijn ook natuurlijk ook weer mensen die daar helemaal op gestudeerd hebben. Maar vanuit de waarde van het onderrug inderdaad was respect en waarde. Maar dat heeft ook een stukje met jezelf te belichamen. Vanuit zoals ik het heb ervaren, heeft het ook te maken met dat ik best wel een periode heb gehad toen het is ontstaan, die dat erin heeft geslagen. En het heeft zich vastgezet, dus eigenlijk heel veel spanning opgezet. En vanuit de bovenrug is ook dat je veel kan dragen, veel last op je draagt, energetisch gezien. Dus dat je veel verantwoordelijkheid, toch van een ander draagt. En dat vanuit het zelfhelend vermogen, als je dat vanuit de bovenrug wil zien, heeft het ook te maken van te bekijken, wat is jouw verhaal? Wat is jouw verantwoordelijkheid? Want eigenlijk zet je jezelf helemaal vast. En vanuit de onderrug, de waarnemen en respect van waarde en respect heeft ook te maken met je respect naar jezelf. Hoe je jezelf in waarde schat. Maar ook wat de ander eigenlijk naar je kan projecteren of kan. Ja, spiegelen kan natuurlijk ook, hè? Want zo is het natuurlijk. Iemand projecteert het, maar dat is jouw verhaal. Dat is hoe ik het zag bijvoorbeeld, hè? In dat geval. Maar daardoor heeft het lichamelijk heeft het heel veel spanning opgebouwd. En die spanning die blijft zich natuurlijk zo zitten. Die houdt zich dan in je corset. Wanneer jij natuurlijk vanuit je energie er naartoe gaat, geeft het je ruimte. Je kent het ook wel met bijvoorbeeld een bevalling of mensen die moeilijk naar de wc kunnen. Wanneer je er naartoe ademt, geeft het ruimte. En dat geldt natuurlijk ook voor wanneer je op spanning zit. Wanneer je er naartoe gaat met je energie, geeft het ruimte. Dus even een kleine, mogelijk kan het helpen in de energievorm voor je stukken. Maar daarnaast, wat bij mij gebeurde is ook, dat je daardoor ook inzichten krijgt van oké,
Het heeft dus met respect, met waarde te maken. Dus je krijgt daar ook informatie vanuit je ziel. Omdat je op dat moment connect met je lichaam. Oh, het gaat goed met de stream. Nou, mooi zo. Danielle zegt, ik zit ook erg vast. Oh, dat is niet zo heel fijn, Danielle. En mooie vraag, Karin. Dus als je nog meer vragen erover hebt, mag je altijd stellen. Vind ik hartstikke leuk. Sylvia zegt, goedemorgen gedeeld. Goedemorgen. Ja, dankjewel. En ik heb ook veel stress, zegt ze. Oké, dat is echt niet fijn. Ik ken je natuurlijk nu ondertussen ook wel onder de stream. En dat zijn dan helemaal niet fijne dingen. Danielle zegt ook erg vast. Ja, dus dat je ook merkt dat je het idee hebt dat je eigenlijk aan het overleven bent. Dan dat je aan het leven bent. En dat je ook het idee hebt dat je niet aanwezig bent. Maar dat je echt in je hoofd zit bijvoorbeeld. Dat je ook het idee hebt dat je het niet het leven kan ervaren. Maar daardoor merk je ook dat je in een cyclus, in een visuele cirkel komt, terechtkomt. En dat is heel lastig. Dan kan iemand zeggen, nou ja, doe dit, doe dat. Maar ja, dat komt eigenlijk op dat moment niet echt goed door. Vandaar dat er kleine tips zijn om eerst te beginnen met de stapjes. Voordat je hele grote stappen maakt. Want dat is het ook vaak. Hè? Van, als je ergens in zit, kan iemand wel zeggen, ja, ga maar naar bewustwording toe. Maar dat is natuurlijk hartstikke lastig als je vastzit in die energie. Het zijn met kleine dingen die patronen kunnen veranderen. En die het, ja, de programmering eigenlijk een beetje kan veranderen bij jezelf. Ook te kijken van, vanuit het zelfenend vermogen heeft ook met gedachtegangen die je kunt ombuigen bijvoorbeeld. Dus stel dat je gedachten hebt die ja, toch wel best wel naar zijn. Dat het met verlies, tekort en afwijzing te maken heeft bijvoorbeeld. Nou, stel dat je dat hebt, Daniela, dan kan dat wel uitmaken. Dat je die om kan buigen in bijvoorbeeld een probleem in een uitdaging. Iets wat vastzit bijvoorbeeld, dat er een oplossing voor kan zijn. Dat is het namelijk in het bewuste veld. Om daar bewust van te worden is natuurlijk een kleine stapjes door de woorden om te kantelen in de positieve woorden. Ook al heb je het idee, nou daar geloof ik helemaal niks aan. Het maakt wel uit in je hersenen. En je hersenen maken weer die stoffen en die energietrilling aan en herinneringen die wel positief zijn. Dan gaan we naar ruimte. Dus misschien dat het voor jou ook wat kan meegeven, Daniela, van het stukje vastzetten. Het vastzitten heeft ook te maken dat je ruimte mag creëren bij jezelf eigenlijk. De ruimte, we hebben het nu net over naartoe gaan in de energie. Maar ook ruimte te maken. Stel dat je heel veel draagt van anderen. Heel veel gedachten hebt. Waar zit die ruimte voor jezelf? Dat krijg ik ook wel door vanuit de energie. Heb jij ruimte voor jezelf, Daniela? Ruimte. Nou, en ik denk dat dat ook een heel belangrijk stuk is. Deze. En deze heeft namelijk vertrouwen. Het is een groot mysterie en dat gedachten die kunnen je vasthouden en je kunt heel veel vasthouden, maar het is één grote mysterie wat er in de toekomst brengt. En dat is heel lastig. De toekomst de toekomst creëer je in het nu. Het verleden is al geweest, maar dat kunnen we ons wel helemaal in vasthouden, dat we merken dat we helemaal dat het er nog steeds is. Het zit ook nog in je veld. Dat is natuurlijk ook je ervaring, het is je herinnering. Maar ook weer het kleine stapje van, oké, ik ben nu in het hier en nu. Wat kan de toekomst? Hoe? Welke weg? En dat heeft toch wel een stuk met vertrouwen te maken. Dat is één. Maar ook met het stuk zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen zorgt ook voor het zelfhelende vermogen. Zelfvertrouwen. En die is denk ik ook best wel lastig voor mensen die inderdaad onzeker kunnen zijn. Onrustig. Twijfels. En ja, er kan er van alles bijgehaald. Misschien ken ik ook heus wel. Dat je van alles erbij haalt wat helemaal niet eens met het hele gebeuren te maken heeft. Maar je merkt dat je helemaal vast gaat zitten. En dat zorgt ook weer voor stress. Regina, gezellig kijken. Gezellig dat je ook bent op de achtergrond. Even kijken. En dat zegt ook Sylvia van ik heb veel stress. Misschien kan je het ook onderbouwen, Sylvia. Dus dat is die vanuit de ruimte. Dus ruimte maakt ook dat je jouw zelfvermogen naar voren kan komen. Dus het zelfvermogen
helend vermogen heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Dus een stukje zelfvertrouwen maakt ook dat jij het lukt om ergens doorheen te gaan. Stel dat je die helemaal niet hebt, heeft het toch wel, doe het stap voor stap. Echt met kleine stapjes. Daar bouw jij kleine nieuwe herinneringetjes op. En één klein herinneringetje, die maakt weer een doorgang voor een nieuwe herinnering die positief is. En op een gegeven moment kom jij tot jezelf en merk je, oké, hier zit mijn kracht. En de kracht zorgt voor zelfhelend vermogen. En de kracht is jouw innerlijke bron, jouw ziel, jouw wijsheid. Herken je dat je een innerlijke stem hebt? Dus voor de mensen die meekijken, misschien herken je een innerlijke stem in jezelf. Herken je je eerste ingeving? Dat is eigenlijk je zelfvertrouwen. Dat ben jij. Daar mag je op vertrouwen. Dat ben jij als waarnemer. Daar mag je ook ruimte voor geven. En door ruimte te pakken, dus af en toe, even, ook al is het maar 5 minuten, jezelf even te ontladen, eigenlijk te ontspannen, ruimte te geven, zorgt het weer voor dat je jezelf weer tot jezelf kan komen. Want dan is er even een moment dat je die error of al die stress of al die stukken kan loslaten heel even. Dus de spanning eraf gaat eigenlijk. Karin zegt, soms als ik een reading geef, krijg ik soms pijn onder de rug na een uurtje zitten. Soms een paar uur, nochtans doe ik de aardmeditatie. Soms als ik een reading geef, wat leuk Karin, dat je readingen ook. Soms als ik een reading geef, krijg ik soms pijn onder de rug na een uurtje zitten. Soms een paar uur, nochtans doe ik de aardmeditatie. Ja, precies. Ah, ik snap wat je zegt. Oh. Even kijken, soms op onderrug, een uurtje zitten soms. Toch slaat het op je waarde en je respect. Even kijken, en het van de aarde, dus dat je wel belichaamd blijft. Wat ik daarbij voel, is wel kijk maar even of het resoneert met je. Dat is maar eigenlijk mijn eerste ingeving. Dus het mooie, zo kun je ook zien hoe ik eigenlijk de dingen lees en wat ik doorkrijg. En dat is misschien helemaal niet dat je denkt, hè? Herken je, Karin, dat je toch een stukje rem hebt op de informatie die je doorkrijgt? Ik bedoel, in de zin van, ik ervaar in de energie dat er toch een bepaalde, stel dat, ik zal het even uitleggen op een andere vorm, stel dat ik een energetische reading doe of energie, ben ik gedachteloos. Dan ga ik mee in de energie. Zit er een rem ergens op wat betreft hoe ver, hoe diep je durft te gaan in de energie? Mogelijk zit daar een overtuiging op namelijk. Waarom zeg ik dat? Omdat ik merk dat er een strijd zit. Dus dat je je niet helemaal in de overgave. Betekent niet dat je niet de juiste informatie doorkrijgt. Betekent ook niet dat je niet een zuivere reading geeft. Dat is totaal niet wat ik zeg. Maar wat ik zeg is dat je misschien toch een overtuiging hebt dat je merkt dat je... Dat er een spanning op ontstaat omdat je in de energie. En dat is op een energetisch niveau. Dus ik moet even kijken of dat misschien is. En misschien resoneert het totaal niet met je. Dat kan ook. Maar dat is wat ik doorkrijg op dit moment. Dat het te maken kan hebben met een overtuiging die erop heeft. Dat je niet 100% durft te overgeven aan de energie. Misschien door een ervaring die je mee hebt gemaakt. Vanuit het energetisch veld. Dat je daar net even denkt van oké, ik ga niet verder dan dit. Dat zou mogelijk kunnen zijn. Dan kan het zijn dat het op je onderrug slaat. Mogelijk is het zo. Kijk maar of het, dat is wat ik meekrijg. Verandering, gaan we naartoe. Dus naar beweging krijg je ruimte en dan daardoor krijg je ook een verandering. Deze kaart. En deze kaart geeft aan het heden en middelste wereld. Nou, de verandering. Nou, dat is wel een hele mooie. Stel dat je toch dus door de verandering wil gaan. En je hebt je ruimte gepakt. Want ruimte geeft natuurlijk inzichten. En dan denk je, zo wil ik het eigenlijk. Zo is mijn innerlijke stem die dat doorgeeft. Dat is wat ik ervaar. Ik zou toch wel heel graag die verandering willen inzetten. Op een gegeven moment krijg je weer hetzelfde gevoel. En heb je weer... Dat je die weerstand ervaart. Wat doe je dan? Ja, luister je dan inderdaad naar je inzicht? Of pak je het oude patroon?
Nou, dan wil ik er wel in mededelen. Stel dat je het inzicht niet pakt, die verandering durft aan te gaan. Ga niet in strijd in jezelf. Want ook voor dat stuk is het natuurlijk lastig, omdat je dan jezelf in strijd komt. Van ja, waarom deed ik het nou niet? Ik heb toch het inzicht. En nou ja, het kan zomaar zijn dat het met afwijzing van jezelf te maken heeft. Of het zelfvertrouwen. Stel dat je wel denkt van oké, we zijn weer in het stuk dat ik het inzicht kan pakken. Want dat gebeurt dus, het is een cyclus. Elke keer krijg je je les op je pad, je groei op je pad. Waardoor je het zelfhele vermogen kan activeren. Nou, want ja, het kan ook dus inderdaad op je lichaam slaan. Dat je inderdaad op je onderrug slaat, op je bovenrug. Het kan op je been slaan. Het kan van overal op je hoofd, hoofdpijn natuurlijk. Dan is de verandering, wanneer je het inzicht pakt, kan je de eerder al hebt gepakt, krijg je dat binnenvallen. Voordat je door de weerstand heen mag gaan. En daar mag je vertrouwen in hebben. Nou, vanuit het stukje dicht bij jezelf. Dat is het eigenlijk, hè. Wanneer je dicht bij jezelf hebt, kan je het zelfhelende vermogen activeren. Karin zegt nog, zou dat ook kunnen dat de stoel niet past? Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk ook zo. Ik heb er net zo goed een hoor, die niet, voor mij niet fijn is. Dat natuurlijk zorgt het ervoor dat het minder is, natuurlijk. Als die niet fijn is. Ik zet me altijd open en krijg veel binnen voor de persoon die voor mij zit. Ik voel ook goed de pijn om persoon aan. Soms is dat soms is onder en soms iets tussen de schouderbladen. Ja, dus als jij een reading geeft, ben je net als ja, dat heb ik dus ook. Wat ik heb met als ik een reading geef en ik ga intunen, merk ik meteen inderdaad waar de pijnstukken zitten. Maar ik ga zelf ik geleid het dan uit de energie weer weg. Omdat het vanuit, ik hoef het niet vast te houden. Even kijken. Ja, ik weet, het heeft ook een naam, dat je het gespiegeld binnenkrijgt in de energie. Ja, ik krijg veel binnen. Ja, het is dus echt op energetisch niveau. Waardoor je klik mag maken om de spanning ook uit het veld te geleiden. Maar natuurlijk kan het natuurlijk aan de stoel liggen. Ik ga er ook een nieuwe vraag aan van mijn verjaardag. Want deze zit ook niet 100%. Dus ja. Maar super mooi dat je helemaal zo mooi open staat. Ik ga naar het stukje dicht bij jezelf. Kijk maar wat het zegt voor jou in de energie. Deze kaart geeft aan bescherming. Dus een krachtschild. En dat vind ik wel een hele mooie. We hebben natuurlijk bij luisteren. Iedereen heeft het over dicht bij jezelf. Ja, wat is het nou precies? Dan allemaal theoretisch, maar het ervaren en beleven. Oh, dat is nog wel een tip voor jou trouwens, Karin. Maar dat zul je ook wel doen. Je doet een aardemeditatie. Maar soms, ik zeg eigenlijk ook vanuit, ik ben dicht bij mezelf. Ik ben dicht bij mijn bewustzijn. En dan stem ik me eigenlijk direct af op mezelf. Waardoor het stukje per se aarde niet per se voor mij dan de bedoeling is. Want ik wil dan helemaal openstaan vanuit het bewuste veld. Misschien helpt het. Karin zegt, weet je welke stoel goed is? Ja, dat is natuurlijk ook weer voor iedereen authentiek verschillend. Hè? Dat is echt heel lastig. Ik weet wel dat deze stoel voor mijn benen te lang is van het ondervlak. Dus dat je benen niet goed op de grond staan. Dus dat wel. Nee, soms zeggen uren zitten. Ja, ik herken dat, zeker. En dat is het ook, wat ook wel goed is voor iedereen natuurlijk, ook voor hetzelfde en het vermogen. Even een stukje wandelen is natuurlijk ook beter. Hè? Even wandelen dat jouw je bekken en je lichaam weer geschud wordt. Daar kan ik niks over zeggen, want deze stoel kan voor iemand die heel lang is wel heel fijn zijn, maar voor mij niet. Dus dat is het. Bescherming. Dus dat bescherming, want als je dicht bij jezelf bent, dan krijg je de bescherming vanuit jouw bewustzijn. Daarnaast is deze kaart natuurlijk ook, misschien ben je ervaren met je voorouders, met voorouderenergie. Ben je ervaren met
bewustzijnsenergieën, bewustzijnsvormen. Die jou ook, stel dat je met gidsen bezig bent, die kunnen natuurlijk ook jouw inzichten geven. Maar vanuit dicht bij jezelf ben jij de bescherming voor je eigen energieveld. Dus eigenlijk wat er binnenkomt. Dan merk je dat als waarnemer, doordat je het kan laten zijn, kan je zien van oké, wat is mijn mechanisme? Wat is mijn emotie? Wat wordt er geraakt op dit moment? En hoe vaak komen we niet dat we bijvoorbeeld iets zien of wat dan ook, dat we in een oordeel komen. En ook een oordeel om soms naar onszelf komen. Of een afwijzing. Dus dat is het lastige. En ik zie heel gezellig Quinlan binnenkomen. Goedemorgen, lieve Nienke. Goedemorgen, ook lekker weer fris en fruitig, zie ik. Lekker zonnig. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ik hoorde ook dat het gesneeuwd was. Ik wilde ook nog even delen natuurlijk voor de collega's die op dit moment aanwezig zijn. Voor de mensen die via de website kijken, ook via Facebook. Resoneert het met je? Wil je inderdaad zelfhelende vermogen? Of je hebt gewoon andere vragen? Kun je gewoon kijken naar de collega's die op dit moment aan werk zijn. Ik zag Joke, ik zie Angel, ik zie Esther. Die zijn er gezellig bij op de achtergrond. En kun je bellen voor je 09098070 en optie 1. Ik doe zo de healing zelfhelend vermogen, dus de energetische reis naar het zelfhelende vermogen. En dat kun je via optie 5 en dan ook het onderstaande nummer. En bij jou lekker zonnend, zie ik Quinlan. Superleuk. Ik ben benieuwd bij wie het sneeuwt, want dat heb ik net gehoord. Maar dat is niet hier. Even kijken hoor. We gaan dus naar het bewust. Dus als je dicht bij jezelf kan, kun je bewust de dingen aankijken. Dus ook bewust kijken van oké, waar zijn mijn lichamelijke pijnen? Waar zitten mijn emotionele, in het energetisch veld? Die healing is echt ook inderdaad op het energetisch veld. Ook dat is het mooie van, zit ik nu ineens te bedenken wat Karen ook zegt. Ik ervaar ook inderdaad de stukken van de persoon waar het zit. Dus waar, stel dat het op de keel is. Nou, dan ervaar ik ook dat bijvoorbeeld dat ik bijna niet kan praten. En dan geleid ik dat ook uit de energie. Het geldt ook voor, stel dat jij inderdaad in je onderrug te maken hebt. Dan ga ik daar die energie om de ruimte te geven. Maar ook om de, wat houdt het vast? Wat houdt die pijn vast? Wat zit er in het energetisch veld wat ervoor zorgt dat het lastig is om daar een omkanteling in te krijgen? Maar dat geldt ook voor het hart bijvoorbeeld. Hè? Stel dat ik het merk dat bijvoorbeeld of dat iemand geen lucht krijgt. Ik weet niet of dat ook misschien Karin dat ook wel kan ervaren. Soms voor mensen die of dat je bij een omgeving bent met iemand dat je bijna geen adem krijgt of lucht krijgt. Dat je bijna hyperventilatie kan krijgen. Of dat je merkt dat je verstikkende gevoel. Dus dan merk je dat het op de luchtwegen bijvoorbeeld of op het hart of op de zuurstof zit. En dat kan ook weer te maken hebben dat iemand in zijn leven bijna geen ruimte heeft om zijn, dat weet ik toevallig vanuit hyperventilatie ook, dat heb ik ook wel eens gehad in mijn leven. Echt niet leuk. En dat kan je zomaar overvallen, maar dat heeft ook te maken met je zelfvertrouwen en jezelf te mogen laten zien. Dus vandaar dat het alles ook te maken heeft wat er in het energetisch veld ooit is opgeslagen. En dat jij ineens op een punt komt waardoor je verder wil in je leven. En je merkt, ik mag door de weerstand heen. Kan je het dus op je bijvoorbeeld op hyperventilatie slaan. En heel heftig. Ik heb ook inderdaad wel via de healings bij mensen gedaan die dat hebben. Één of twee healingen. Dan ervaren ze toch weer dat ze ruimte krijgen, weer lucht. Dat ze weer landen in zichzelf en ook daar doorheen kunnen gaan. Dat je ook dus weer vanuit je buik gaat ademen. Dus echt wel weer vanuit die manier gaat ademen. Even kijken. Karen zegt, ja, vraag me soms af. Bescherm ik mij nu niet goed genoeg? Even kijken hoor. Nu niet goed genoeg. Nu niet goed. Even kijken hoor. Ik mij nu niet goed genoeg. Ben ook ingewijd met de aard en zo'n Michael. Dus doe vooraf ook mijn ritueel. Heb jij ook soms tips? Even kijken hoor. Ja, ik ben altijd een beetje tegen draads. Ik heb net even. Nee, dat is niet waar, maar. Nee. Dat ben ik misschien wel hoor. Maar nee, ik belicht het soms van een andere kant. Dat is het eigenlijk. Kijk, wat er ook kan
kan helpen. Deze dingen helpen natuurlijk supergoed. Wat mede misschien voor jezelf om daar ook vertrouwen in te krijgen, is vanuit bescherming zorgt ook soms dat je merkt dat je een grens of zo, dat iemand over je grenzen heen kan gaan, of dat je beschermt dat iemand niet bij je kan komen. Maar het kan ook zo werken dat je daardoor ervaart dat je eigenlijk in strijd komt, of dat je merkt dat je niet helemaal zeker bent van oké, heb ik me goed beschermd. Dus het kan een gedachtegang zijn. Maar laat ik het eventjes brengen naar wat ik bedoel te zeggen, is wanneer jij dicht bij jezelf zegt, ben jij bij jezelf. En jouw energie zelf heeft een vermogen om zichzelf te beschermen. Dus je hebt in principe dan niet iets buiten jouzelf nodig. Want je bent de energie die op dat moment eigenlijk dicht bij zichzelf is en ervaart en waarneemt wat er binnenkomt in het veld. En alles ontstaat in het nu. Dus iets wat in het nu ontstaat, heeft een nieuwe keuze en nieuwe kans om iets op te pakken. Dus op het moment dat je merkt dat er iets in je energie komt wat niet van jou is, dat merk je. Dus dan ervaar je, oké, dit is van mijn cliënt of van mijn vriendin of van mijn familielid. Maar in ieder geval in dit geval dan dat, cliënt. Dan ervaar je het niet als zijnde niet van jou. Door de healing geleid je het door je lichaam heen weer naar buiten toe. Dus eigenlijk vanuit jou, dus je ervaart het en je geleidt het vanuit de energie, hoge trilling, vanuit het bewuste veld, geleid je het uit het veld. Want dat is de healing, maar heelt ook direct iets wat er bij jou bijvoorbeeld vastzit. Vandaar dat je ook heel veel energie van healingen krijgt of heel zen kan worden van healingen. Eigenlijk niet moe bent van een healing. Ik vind dat heel fijn om healingen te doen door de week heen. Omdat je ook eigenlijk meteen het zelfhelende vermogen van mezelf al geactiveerd wordt. Zodat het weer meteen ook doorstroomt bij mij in de energie. Meegaat en weggaat uit de energie. Dus als je dicht bij jezelf zegt, zit je in het vertrouwensenergie. Een hoge trilling. En heb je ruimte. En die ruimte maakt dat je eigenlijk beschermd bent. Die ruimte maakt dat je ruimte hebt voor je eigen energie. Zo zie je, dat is eigenlijk mijn tip altijd. Van bekijk het, dan heb je ook geen overtuiging. Dan zit er niks tussen. Heb je niet iets nodig buiten jezelf. Doe je het allemaal vanuit je eigen energie. Dus dan kan er ook niet iets verliezen. Kan je niet, eigenlijk niks verliezen. Dus je kunt ook geen energie verliezen vanuit jezelf. Of je kunt jezelf niet verliezen. Want je bent heel dicht belichaamd op je eigen energie. En je fysieke lichaam. Dus dat wil ik wel even meegeven. En dan zegt ze nog, even kijken, dat was daarna nog. Je klopt, soms laat mijn stem weg en dan krijg ik een andere klank. Ja, precies. Precies. Toen ik hier begon net ook met praten, toen had ik ook dat het bij mij... dus misschien ook dat iemand in de energie op de resonantie, dat ik die oppikte vanuit de stream. Dat kan namelijk dat het ineens... waar ik niet bij mijn woorden kom. En helemaal niet in de flow zit of zo. Ja, dat kan je soms opvangen. En dan stem ik me altijd weer even af, dicht bij mezelf. Dan denk ik, oké, ik ben bij mezelf. Waar zijn we bezig? Ik ben hier bezig. En dan plop, dan is het ook weer weg. Dan kan ik weer beginnen. Even kijken. Quillen zegt, niet fijn hyperventilatie. Vroeger wel gehad. Ja, ik heb het eigenlijk... heel weinig. Ik heb het een keer gehad. Even kijken. Nee, één of twee keer heb ik het gehad. En het mooie is wel. En het is echt niet leuk als je het hebt op dat moment. Echt een drama natuurlijk. Maar daarna heeft er wel ontzettend veel geheeld in de energie. Het is net als wat ik ook wel vorige keer ook wel eens over gehad heb. Over migraine. Dat heb ik ook eens in de zoveel tijd. En dan is er zoveel troep opgeruimd. Maar er zit dan toch nog iets in mijn veld. Waar ik in het verleden in mijn jeugd heb opgebouwd. Uit mijn andere leven, mijn bewustzijnsherinnering. En het komt op het moment in het nu eruit wanneer het komt. En iets gebeurt er dan waar ik in wil groeien. Waardoor dat gebeurt. Ineens gaat het in strijd. En de laatste keer dat ik dus migraine had was dus met mijn vader. Ja, was ook niet een hele fijne periode. Maar dat bracht mij wel weer tot inzichten in heel veel stukken. Ja, ook ik als energetisch werk heb je natuurlijk ook nog te maken met je lichamelijke veld, van je lichaam en je veld omheen. Maar fijn dat het vroeger was, Quillen. Karen zegt, ja dat is waar, dat ik soms beurzen heel de dag, readings en dan moet het soms nog een uurtje rijden. Na zo'n dag werken ben ik totaal niet
moe, mooi, mooie. Ja, niet moe bedenk ik dat je bedoelt. Ga zingend naar huis. Juist, dus dat is wat het is. Dus dat is super mooi. Ja. Ja, even kijken hoor. En dan, ja, dus eigenlijk stroomt het wel goed door. Dus je bent toch dicht bij jezelf. En daar mag je vertrouwen op hebben. En dat is misschien het boodschap in deze dat je mag vertrouwen hebben op je dicht bij jezelf zijn. Dat je daar echt in een ontspanning mag gaan zitten. Dat er niet per se allerlei dingen van tevoren hoeft te gebeuren. Dat jij, als jij al afstemt op jezelf, op het bewuste veld. Dus eigenlijk die healing al ingaat. Zit je in het bewuste veld. Je bent dan beschermd door je waarnemer. Dus jouw bewustzijn. En op dit moment natuurlijk ook. Stel dat je meer vragen hebt. Dan kan je natuurlijk. Ja, ik zit met onze collega's natuurlijk raadplegen. Wat ik al zei. Esther, Angel, Rinette, Joke. Zei ik in naar Bettina, Peggy. En dan kan je ook bekijken via de website. En ik ben na de uitzending ook. Naast de uitzending natuurlijk ook bereikbaar via box nummer 281. Ik ga zo meteen ook de healing starten vanuit het zelfhelende vermogenreis. Ik ga nu nog wel de kaarten die ik heb meegenomen, die ga ik ook meenemen in de healing. Maar ik ga er nog twee doen. Om die ook mee te nemen, zodat het helemaal rond is om mee te nemen in de energie. Dus de voortzetting, afleiding, vertrouwen, heden en bescherming. En dan wil ik de kaart pakken in het nu ervoor. Om het ook mee te nemen zometeen. En kijk maar of het resoneert ook in de energie voor jou. Wat gebeurt er in het nu? En dat is wel een hele mooie. In het nu wat er gebeurt is de fluitexpressie. Jij kan je uiten. Dus je zit dan op dat moment dus waar we mee begonnen. Niet meer vast in de energie. Maar je... Het lukt je om je te uiten. Vanuit dicht bij jezelf, bewust in het veld zit, dan durf je te uiten. Dus je expressie te uiten. Dus ook stel dat je bijvoorbeeld merkt dat je emotioneel bent. Stel dat je bent toch bang. Of stel dat je toch je stem wil laten spreken van iets wil delen of ventileren. Dat maakt dat je eigenlijk ook... Meteen ook weer het zelfhelende vermogen. Want je laat je durf jezelf naar voren te brengen. Je mag gezien worden door jezelf. En dat de ander jou ook kan zien. En dat met de fluitexpressie heeft te maken. Doordat je toch die harmonie in het veld gaat creëren. Toch durft de stappen te pakken in het nu naar de toekomst toe. Ga je dus ook intenties uitspreken. Je gaat delen. En waardoor het ook weer ruimte krijgt in dat nu. Elke keer is nu. Dus het verleden wat ik net heb verteld is eigenlijk alweer verleden. Dus dit is nu. Stel dus dat je bekijkt van oké, ik heb een keuze. Ik heb elke nieuwe kans. En ik heb het stapje voor stapje bewust gedaan. Die veranderingen ingegaan. Ik heb mezelf ruimte gegeven door er naartoe te gaan. Ik heb mezelf ruimte gegeven omdat ik wil kijken waar mijn innerlijke stem zit. Die wijsheid. En ik durf nu, nadat ik dus heb omgekanteld, mezelf ook neer te gaan zetten. In het nu. En te kijken wanneer er weer iets komt. Dat ik het niet laat overloaded doen. Of dat ik niet meer, dat ik het helemaal vast ga zetten. Maar ga kijken van oké, ik voel het nu in mijn veld gebeuren. Wil ik graag in mijn bewustzijn blijven waar ik in stond. Ik voelde me eigenlijk goed. Of ga ik mee in die energie. En dan nog één kaart. Dan ga ik eventjes de uitleg ook bieden voor de healing. En in afstemmen op de healing. Heel mooi. En deze, dan is die weer rond. We hadden dus als begin hadden we de voortzetting. Dat was de kaart waar we mee begonnen. En dit is de dood. En dat heeft te maken met transmigratie. Dan ga je een transitie in. Dus jouw werkelijkheid verandert. Dus ook je mentale gedachten. Dus je gedachten veranderen. Je zelfbeeld verandert. Maar daarnaast de zelfliefde. Dus ook in de healing de zelfliefde te activeren. Liefde voor jezelf. Dus daarin staat natuurlijk, als je de dood is ook een overgang. En we begonnen met de voortzetting. En toen gaf ik ook aan van, jouw ziel blijft altijd bestaan. In die zin, de energie. Dat maakt dat je dus elke keer een
transitie maakt. Dus eigenlijk elke keer weer voortzetting hebt. En dat je weer incarneert. Dus dood is niet dat iets wat eindigt. Maar wanneer jij stukken los kan laten uit het verleden in het nu. Creëer je een ander toekomstbeeld. Dus dan krijg je dus een andere verandering erin. Maar dus de kaart van de dood betekent dus eigenlijk dat je iets laat. Dat het loslaat. Uit het veld hebt geleid. Andere dingen in de plaats hebt gezet. Waar je daardoor weer in de energie. Dus de transmigratie ingaat. Ik kan het zeggen. Bij mij was het een controle dingetje. Even kijken hoor. Bij mij was het een controle dingetje. Toen ik me realiseerde dat ik geen controle heb. Over mijn omgeving. Dingen buiten mezelf. En alleen over mijn eigen doen en laten. Toen verdween het. Ja. Snap hem. En dat is een hele belangrijke, Quillen. En heel mooi dat je het deelt. Een controle hebben we. We denken dat we controle inderdaad buiten onszelf hebben. De enige controle die je hebt is over je eigen. En dat is een hele mooie. Over je eigen gedachten. En je gevoelens. Jij voelt niet wat ik voel. En andersom niet. Iedereen is authentiek. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en waarheid. Dus het enige waar je controle over hebt is over van hoe voel jij je. En daarin heb je een keuze. En dat is natuurlijk heel lastig als je echt diep zit. Want dan denk je alleen maar aan overleven en ik wil eruit. En dan heb je ook nog een strijd. Maar om het eventjes te zeggen van stapje voor stapje. Als je daar bewust van bent. Is inderdaad de controle heb je in jezelf. Dus de controle, de waarnemer kan het waarnemen. Maar je hebt het niet buiten jezelf. Nee, dat klopt. Ja, heel mooi. Dus toen verdween er waarschijnlijk ook dus die hyperventilatie. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook dat is zo. En het stuk wanneer ik inderdaad hyperventilatie ooit heb gehad, is inderdaad wat te maken met. Ik durfde mijzelf nooit uit te spreken. Dus ik kan je bijna niet voorstellen. Nu. Maar dat deed ik niet. Ik hield me in. En als je die stap mag maken om op een gegeven moment wel gewoon te ventileren en te delen. Ik kan bijvoorbeeld niet tegen discussies, bijvoorbeeld. Ik kan niet tegen ruzies of zo. Ik kan niet tegen vechten. Dat ben ik echt een watje in, om het zo te zeggen. Omdat je merkt dat er ontzettende strijd ontstaat. Nou, dat heb ik helemaal. En ik denk, ja, ik ventileer. Ik deel mening. Dat is gewoon hetgene wat ik. Ik deel niet een mening. Ik wil geen mening overtuigen. Dat bedoel ik. Ik deel en ik ventileer. En iemand anders moet er maar kijken wat hij ermee doet. Maar stel dat wel mensen in je omgeving zijn die dat wel heel fijn vinden. Ja, dat kan natuurlijk ook in strijd komen. Hoe ga je daarmee om? En daar kreeg ik dat was dus een heel oud stuk vanuit een ander leven dus. En ook een stuk vanuit mijn jeugd. Ik heb me altijd ingehouden. Ik ben altijd afgezonderd. Nooit op de voorgrond. Ik liet mijn waarde niet zien. Dus ja, dat is over het zelfhelende vermogen. Je kunt het dus in het nu, doordat je voortbeweegt, kun je dus het verleden wel helen. Doordat je dus merkt dat je dingen toch anders wil neerzetten. Anders dan kan je ook bijvoorbeeld je missie of je doel niet bereiken. Nou, en dat is ook eigenlijk wat ik wil activeren in de helende reis. In deze energetisch helende, zelfhelend vermogende reis. Maakt dat je dus dit kan doorzien. Dus dat je het ook gaat activeren, dit zelfhelende vermogen. Je kunt dan merken dat er ontzettende weerstand op je lichaam pakt. Maar het kan dus heel bevrijdend werken. En het zou mooi zijn natuurlijk vanuit de healing. Gaan we kijken het vanuit het veld. Wat houd je dan daartegen? En dat glijdt dan uit het veld. Waardoor je dus niet per se in een hyperventilatie of whatever hoeft te komen. Of helemaal vast te lopen of migraine te krijgen. Maar dat maakt dat je dus dat je het makkelijker kan omkantelen. De periode waar je nu bijvoorbeeld in zit. Dat je net even het proces kan versnellen. Door de healing, maar daarnaast doordat ik het activeer, dat je daar ook vertrouwen in krijgt, dat je dat zelf ook kan op een gegeven moment. Dat je daar vertrouwen in kan krijgen, dat jij dat zelfhelende vermogen hebt. Even kijken hoor, mooie kaart zegt Quillen, dankjewel. Karen zegt, hoe kan je kort geheugen versterken om te kunnen onthouden? Hoe kan je je kort geheugen versterken om te kunnen onthouden? Kort geheugen sterk om te kunnen onthouden. Dat is wel een mooie. Ik merk als je in het bewuste veld zit. En misschien is dat ook wat je kan bedoelen hoor. Karin, ik heb geen idee of dat je dat bedoelt. Maar wat ik als eerste doorgeef. Als jij het in het bewuste veld werkt. Dan
vergeet je, zeg maar, lijkt het net op dat je dementie light hebt, noem ik het wel eens. Omdat je heel veel dingen in het bewuste veld op een hele andere manier beleeft. Dus eigenlijk niet vasthoudt in je energie. Dus als je dan vraagt, wat heb je van het weekend gedaan? Nou ja, dan ben je eigenlijk niet meer mee bezig, want je bent heel erg in het nu. Ik weet het niet. Als ik nu moet nadenken, zou ik het niet weten. Als ik heel diep ga nadenken, weet ik het. Maar dan moet ik gaan puzzelen. Maar het mooie is, als je in het nu zit en je bent in het vertrouwen van dingen, de informatie die je nodig hebt, dat krijg je wel binnen. Maar om het kort geheugen te versterken, informatie die ik binnenkrijg, die deel ik eigenlijk direct. Want als ik het niet meteen deel, of als ik niet in mijn leven meteen deel, dan ben ik het vergeten. Dan kan ik het niet meer vastpakken, dan is het weg. Dus ja, als je echt heel veel met energiewerk bezig bent, als dat hetgeen is wat je bedoelt, dan worden sommige dingen niet vastgehouden, omdat het in de energie eigenlijk meteen verdwijnt, omdat je ergens anders weer mee bezig bent in het nu. Dus dat, even kijken, misschien is dat wat je bedoelt. Quinlan zegt, het was een echt eye-opener op een bepaalde manier denkbaar geweest, dankbaar voor de ervaring van hyperventilatie. Nou ja, ik moet zeggen, bij mij heeft het ook ergens omheen geholpen, maar het was niet echt. Het heeft zeker geholpen. Want dat was ook wat het was bij mij. Ik moest heel dicht bij mezelf blijven in situaties. Gewoon geen reactie, gewoon helemaal neutraal in het midden. En dat helpt mij door dat soort situaties heen. Neutraal in het midden kunnen staan. Gewoon dicht bij jezelf, neutraal in het midden. Niet opvangen wat je allemaal waarneemt. Is niet van mij, weet je wel, zoiets. Willen zeggen, nog geen watje hoor. Nou ja, prima inderdaad. Ja, dan maar een watje. Karen zegt, ik ben ook zo, kan ook niet tegen ruzie. Loop daarvan weg, denk dat het om mij liefdevolle zielen zijn. Omdat wij liefdevolle zielen zijn. Ah, ik krijg meteen kippenvel, Karen. Dankjewel. Ja, ik kan ook echt niet tegen een film met heel veel geweld of zo. Dan, weet je, dat gaat meteen... Karen zegt, oef, het is toch normaal. Ben blij om te horen dat we hetzelfde zijn. Ja, nou dat dus. Het is heel normaal, ja. Ik heb gelukkig iemand naast me staan die ontzettend alles onthoudt. Dus stel dat ik echt niks meer weet. Maar ik moet zeggen, je kunt het natuurlijk ook. Ik heb ook wel eens een zware periode in mijn leven gehad. Dat je dus zoveel, weet je wat binnenkrijgt. Dat je ook een error krijgt, weet je. Dat je gewoon niet meer weet. Dat je als iemand daarna vraagt, dat je het gewoon niet meer kan herinneren. Dat heb ik ook zeker... in mijn leven ervaren. Maar dat is niet wat je bedoelt. In het bewuste veld vergeet je veel, ja. Dat is klopt. Want je leeft in het nu. Dus je heelt het eigenlijk direct. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Als je in het nu, in het bewuste veld zit, kun je de dingen direct helen. Dus dingen die op je pad komen. Dat geldt natuurlijk ook voor Karen. Die kantel je meteen direct om. Je kunt intens genieten van dingen. Je kunt ook intens verdrietig zijn van dingen. Maar dat is een impuls vanuit de ziel, vanuit de waarnemer. Maar dat laat je zijn. En dat hou je niet vast. Dus je laat het zijn. En doordat je het laat zijn, maakt het dat je dus niet het een ding maakt. Je zet het in het veld. Oké, die houden we vast. En vervolgens ga je door het leven heen bewegen. En dan denk je af en toe nog aan die periode of aan dat geval. Dus ja, dankjewel. Dus dat wil ik in ieder geval het zelfhelende vermogen gaan activeren. Dat je ook in het bewuste veld ervaart. Dat je daarop resoneert. Het veld zet ik op dit moment uit. Dus voor degene die mensen die nu ook willen instromen via 0909-8070. De groepsessie is geopend. Of via optie 5. Om dicht bij jezelf te zijn. In het nu. Dat je wanneer... Dus ook wat lichamelijke dingen heb. Ik ga ook in de energie naar dat gedeelte. Ik ervaar dat ook in de energie. Om daar ook ruimte te geven. Zodat jij vanuit het zelfhelende vermogen daar ook het proces in kan gaan versnellen. Het energetisch veld. Ook de geraakte stukken die op jou doen en laten slaat. Je uit het hoofd te zetten. Maar voornamelijk de zelfhelende vermogen te gaan herkennen en erkennen. Jezelf te gaan erkennen. Zodat je ook, stel dat je bijvoorbeeld nu nog een overtuiging tussen hebt zitten, daardoor je de sprong niet durft te wagen om deze zelfliefde, deze dicht bij jezelf, de ruimte te pakken.
ga je dat wel, je innerlijke stem tijdens de healing ook ervaren. Je gaat ervaren dat je jezelf belichaamt. Dus je één bent met jouw systeem. Dat je niet in strijd zit, niet in tekort zit, niet in verlies. Nou, mijn kat is er ook mee eens. Dankjewel, kindend. Hele fijne dag natuurlijk. Iedereen wens ik ook een hele fijne dag. Ik ga de kaarten ook meenemen in de healing. Om het zelfhelende vermogen te activeren. Zodat jij wat vertrouwen in jezelf hebt. Dat jij de doorgang kan ervaren. Dat je door de weerstand heen durft te gaan. Dat je daarin de voortzetting pakt. Dat je daar een transitie in maakt. Transformatie. Dat jouw werkelijkheid, jouw waarheid vanuit een zelfhelend vermogen gaat zijn. Je merkt al dat ik erin zak. Dankjewel voor het kijken via 0909-8070, optie 5. Wees welkom met deze reis. En super dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg! Hey, wat leuk dat je kijkt op Dit is mijn toekomst, naar onze online spiritual backcasting training. Wil jij weten vanuit de methode wat de bewustzijnsherinnering is? Wil jij weten hoe het is vanuit het gevoel naar je hoofd te willen gaan leven, vanuit het menselijke? Wil jij precies weten wat de bewustzijnsherinnering inhoudt? Ontdek dan tijdens onze online trainingen hoe onze spiritual backcasting methode jou daarin kan ondersteunen. Tijdens deze training neem je deel aan een uniek rollenspel waarin jij inzicht krijgt in jouw bewustzijnsherinnering, groei en les. En welke handvatten en tools om jouw proces te versnellen waar je wilt zijn. Kortom, word de regisserende creator van jouw carrière van het leven. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. Sms voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Een medium of coach van Dit is mijn toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is mijn toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer. Dus niet meer via ons 0909 nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is mijn toekomst credits. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen.
Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl.
Hey, wat leuk dat je kijkt op Dit is mijn toekomst, naar onze online spiritual backcasting training. Wil jij weten vanuit de methode wat bewustzijnsherinnering is? Wil jij weten hoe het is vanuit het gevoel naar je hoofd te willen gaan leven, vanuit het menselijke? Wil jij precies weten wat de bewustzijnsherinnering inhoudt? Ontdek dan tijdens onze online trainingen hoe onze spiritual backcasting methode jou daarin kan ondersteunen. Tijdens deze training neem je deel aan een uniek rollenspel waarin jij inzicht krijgt in jouw bewustzijnsherinnering, groei en les. En welke handvatten en tools om jouw proces te versnellen waar je wilt zijn. Kortom, word de regisserende creator van jouw carrière van het leven. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. Sms voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Een medium of coach van Dit is mijn toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is mijn toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer. Dus niet meer via ons 0909 nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is mijn toekomst credits. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is mijn toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is mijn toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is mijn toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is mijn toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl.
Goedemiddag iedereen. Nou, ik zat even een beetje te dollen met de regie. Maar goedemiddag iedereen. Welkom bij Ritme Toekomst. Mijn naam is Marijn. Zoals zoveel mensen dat weten. Ik ben geboren in Bandung in Indonesië. En ja, ben medium, ben healer bij de Reiki, de Groene Reiki DNA. En toen ben ik ook de Indische medium, Indische doekoen. Ja, met de klankschalen en de krissen kunt u ook bij mij zijn om je te healen. En sommige mensen willen graag ook de klankschalen horen, omdat ze dan ook heel vol zijn in hun hoofd. En dan bellen ze me online. Bij mij kunt u nou ook inbellen. Dan belt u 0909-8070-4. En natuurlijk voor mijn lieve collega's op optie 1. En vandaag was er geloof ik Joke en Nienke en achter de schermen Bettine en Joke. En vandaag ben ik natuurlijk de hekkensluiter van deze dag. En ja, ik heb heel veel lieve collega's. Ik zie ze al voorbij gaan op de achtergrond. En dan belt u ook 0909-8070 optie 1. Bettine, Joke, Angel, Anne Nijland. En ga kijken bij wie je past en wat je wil vragen. Kijk naar een expertise. Peggy is er ook heel veel altijd 's avonds, want daar zit ik ook altijd even mee. En dan zit ik ook online. En ja, vanavond ga ik ook online staan. Dus je kunt me altijd weer bellen op box nummer 235. En na dit uurtje ook weer op 235. Maar ik zou het heel leuk vinden als je gewoon inbelt op 0909-8070-4. Dan komt hij in mijn Rumasaya, betekent dus in mijn huis, via de regie van dit mijn toekomst. En dan wordt hij doorverbonden met mij. Mag ook anoniem. Nou, we gaan die verbinding met je ziel. Hè, dus dat is over jezelf weer. En vandaag is het thema gered door de engelen. En ik wil graag van jullie weten of jullie dat wel eens meegemaakt hebben. Want ik zie Joke Hop al aanwezig zijn. En ziel. Joke Hop, goedemiddag Maureen en volgers. Ja, en natuurlijk de mensen op YouTube en op internet ook van harte welkom. Hè? En luister mee en kijk mee en kom anders ook gewoon binnen. Hè? Het mag gewoon anoniem en ik moet ook wat vertellen. Het is ook een gratis welkomconsult van 5 minuten via www.ditismetoekomst.nl/gratis. Ook kan je voor de spaarbundel ook gaan sparen, dan moet je even naar de website van Dit Mijn Toekomst gaan. En dan kan je daar even kijken, daar staan instructies in van hoe dat allemaal gaat. Dus ik kan alle kanten op. En optie 1 voor mijn lieve collega's achter de schermen. En voor mij op optie 4. Even delen. Een keer zo, de message. Allemaal duimpjes omhoog zien die gaan. Nou, Joko is er al. Even kijken. Ik ga ze even niet wakker maken, want het is eind van de ochtend natuurlijk. Dus ze zijn ook een beetje al wakker, hoop ik dan. Ik ga natuurlijk ook Indonesië bij hebben. En zo. Dankjewel Wim, je bent op de achtergrond. Ja. Nou, ik denk dat ik het een beetje zo heb. Ja. Nou, ik heb het ook weer gedeeld. Het is ook heel leuk als jullie gaan delen. Hoe meer we delen, hoe meer mensen natuurlijk in de uitzending kan komen. Ik ga mijn laptop goed neerzetten. En ja, hoe meer we natuurlijk ook mensen kunnen bereiken op de platform die natuurlijk ons nodig hebben. En je kan elke dag natuurlijk naar ons kijken. Van maandag tot vrijdag zijn we dus. Morgen zijn we er weer. En dan, ja, dan kun je heel veel wat van ons leren. Van verschillende mediums die helemaal live gaan. En ja, ik zou zeggen, kijk gerust mee. Nou, ik ben weer, ja, de toekomst. Ja, gered door de engelen. Ja, ik wil graag van jullie horen. En kom lekker op de screen, dan kan ik jullie zien. Hebben jullie wel ervaring gehad dat je gered werd door de engel?
En dat het onverwachts natuurlijk dingen gebeurt wat je denkt, wow, ik ben echt gespaard geweest. Ik zeg altijd, meestal bij een verkeersongeluk, dan gebeurt er wel dingen. Ik weet nog van iemand die reed op de fiets. En toen kwam opeens een vrachtauto, die heeft hem echt aangereden. En hij komt zeg maar tussen de wielen. Dus de vrachtauto, hier heb je de wielen. En hij komt echt zo daar tussenin. En de vrachtauto reed over hem heen. Maar hij kon er weer gelukkig weer, kon hij weer opstaan. En dat is dus gered door de engelen. Want jouw tijd is dan nog niet gekomen. Dus ja, ik zeg altijd, je hebt altijd engelen op je schouder zitten. Dankjewel, Jacob. Mijn ziel, dankjewel. Je hebt gedeeld. Nou, lief van je. Ja. Het gebeurt. Wat gebeurt dat? Heb je het zelf meegemaakt? Of heb je het al meegemaakt? Ik heb het zelf meegemaakt met mijn auto. Hè? Want ik was 's avonds laat met mijn auto op de weg. Van de vriendin af. Het was een uur of één, geloof ik, of zo. En toen hoorde ik zijn stem roepen, Himmerheen, ik zou even meer naar links rijden, want er komt vandaag uit rechts een auto bij die kruising. En dan rijdt hij keihard zo er overheen. Dus als je links gaat rijden en even zachtjes gas teruggeven, dan kan die auto zo naar rechts voor jou langs nog. Nou, het is echt zo gebeurd. Het is echt zo'n stukje van mij af. En hij reed, kwam zo langs mijn auto, voor me langs. Nou, dat zijn dingen wat je dus gered bent door de engel. Even een slok koffie, voordat die koud wordt. En misschien heeft Sil en Jook ook, en mensen die meekijken, ook wel van ervaringen met dit onderwerp, deze thema. En ook natuurlijk, ja, troost. In van spanningen bij overlijden van de dierbaren. Ze zijn er altijd. Je hoeft ze alleen maar te vragen van hoe en wat. Te vragen van, ja, zijn jullie er voor mij? Of zijn, want ik heb iemand verloren en ik kan het niet meer aan. Wil je me ondersteunen? En dan zeg ik altijd, vraag aan Michael. Michael is natuurlijk de engel met de blauwe mantel. Ja, en daardoor is het natuurlijk, dat hij heel beschermend is voor jullie. En dat jullie ook natuurlijk hem aan kan vragen van, help me alsjeblieft doorheen. Dus ik weet niet of jullie daar ook wat mee gemaakt hebben. En dat is natuurlijk, soms ben je wat spullen kwijt in huis. En dan heb je het eigenlijk gewoon ergens neergelegd. En dan weet je dat gewoon niet meer. Dan weet je het gewoon niet meer. Hey Sloan. Weet je. En ook natuurlijk. Denk je van. Waar zijn mijn sleutels? En meestal liggen ze in de gang. Of hier bij mij op tafel. En dan denk ik. Huh? Zit niet in mijn tas. Niet op mijn tafel. En niet in de gang. En dan zijn ze gewoon weg. En dan denk je. Ja, dat is een doosje. Ik moet ze daar boodschappen doen. Ze moeten bij de auto weg. Nou, en dan zijn ze weg. En ja, dan merk ik gewoon dat hij verplaatst is. Ik weet zeker dat hij hier gewoon ligt op mijn tafel. Hier liggen ze altijd, want dan moet ik de deur weer opeens open doen of zo. Ze liggen hier altijd bij de hand. Of in mijn tas. En nou lagen ze op de trap. Weet je, denk ik dan, oh, nou, zijn ze weer bezig geweest, leuk. En dan gaan ze natuurlijk met je spelen. Dus dat is dus, ik wil van jullie weten. Zijn jullie wel eens ook dingen kwijtgeraakt of meegemaakt? Bijvoorbeeld met oversteken van de zebrapad. Staat hij op groen en dan wil je eigenlijk één been naar voren doen. En dan zegt iemand, ho, blijf even staan. En dan komt er met een rotvaart een auto langs je heen. Dat zijn die dingen, dan ben je gered door de engel. Dat zijn een paar punten. Joke Hop, goedemiddag Marijn. En volgens hij Salam. Ik zag een fietser, niet de dode hoop bestaat echt. Ik zag een fietser, niet dode hoop bestaat echt. Kon net op een remmen, dat was ik geschrokken. De fietser sprong in een berm
En ik had een engeltje om mijn schouder. Oh, je zat dus op een fiets. Of niet? Je hoek bestaat echt niet. Ik kon net om me remmen. Dan was ik van geschrokken. De fietser sprong in de berm. Oh, jij reed met de auto, Joke. Oké. Ik zag de fietser dus niet in mijn dode hoeken. En ik kon net op mijn rem staan. En de geschrokken en de fietser sprong in de berm. Ik had echt een engel om het schamen. Ja, dat zijn bijvoorbeeld die dingen. En soms heb je een afspraak. En dan denk je, oh, ik moet dat en dat nog doen. En je moet eigenlijk al weg. Maar door die dingen wat er dan nog gebeurt, mag je nog niet weg. En dan denk je, waarom ben ik nou weer te laat? En soms moet dat gewoon, omdat daar op de weg iets gebeurd is met een ongeluk. En dan mag je er niet heen, omdat anders je dan tussenin zit. En dat is bijvoorbeeld een file, dat je er tussen zit en dan word je dus op elkaar geklapt. En dan ben je dus gespaard, want je ging later. Dus dan hoef je ook niet daarin tussen te zitten. Sommige dingen gebeuren, denk ik, had ik naar eerder weggegaan, dan zat ik er mooi tussen. Dat zijn die dingen wat je denkt van, wow, ik heb echt engelen op mijn schouders. Misschien heeft Salon ook nog een idee. Ja, en troost bij overlijden van dierbaren. Dat heeft iedereen, denk ik, wel meegemaakt. Soms denk je van, ja, nou is die weg. En dan zie ik hem niet meer, ik hoor hem niet meer. En dan ga je naar de uitvaart. En dan kom je thuis en doe je de radio aan. En hoor je opeens een liedje. Dan denk je, kan dat nou? Die heb ik net gehoord bij de uitvaart van mijn vriend. Ja, dat zijn dingen wat de engelen doorgeven aan jou. Weet je, het is gewoon heel mooi dat dat gebeurt. Ik zal even een voorbeeld geven. Een vriendin, de vriend is overleden. Het is ook mijn vriend, Rogier. En zij ging naar de kapper voor de uitvaart nog. Nou, en dan ging ze de kapper binnen en toen kwam opeens de radio ging uit. Zei de kapster, hij gaat zomaar uit, hoe kan het nou? Hij stond de hele dag al aan. En jij komt binnen en gaat hij opeens uit. Toen keek ze al een beetje verbaasd, wat is dit? Nou, toen ging hij weer aan. Toen zei ze, nou gaan we zitten op de stoel. En de ene speelde daar op de radio die uitvaartlied, wat zij uit had gekozen voor de vriend. Dat zijn tekens van mensen die overleden zijn. En die willen gewoon laten horen of ook van, ik ben er gewoon. Ik ben er gewoon voor jou. En dat zijn de tekens van de engelen. Ja, weet je, en er zijn nog meer dingen wat de engelen toe met je doen. En ik weet gewoon dat ze er zijn. Kijk maar op mijn muren, die zijn weer roze en paars. En natuurlijk is het ook, ja, troost wat je tijdens de spanning van overleden is. Ik moest ook naar de uitvaart van mijn vader. Ik kon nergens de autosleutels vinden. Hebben wel 4 keer gekeken. Ik lis ze altijd op dezelfde plaats. Toch weer gekeken en toen lagen ze er wel. Raar, hoe kon dat? Ik was nog net op tijd voor de rouwdienst. Ja, dan mag je nog niet eerder heen gaan. Schijnbaar is het gewoon nog niet de tijd dat jij in die auto stapt, Ria. Goedemiddag Joke van Melsen. Leuk dat je erbij bent. Weet je, dat zijn allemaal van die tekens dat ze er zijn. En het is ook natuurlijk de thema gered door de engelen. Wat heb je nog meer voor ervaringen? Er is ook een keertje een mevrouw, die reed ook in de auto. En eigenlijk letten ze niet op, maar daar is over die weg een spooroverweg, overgang. En ze letten die op. En toen reed ze eigenlijk tegen die paal aan. Dus ja, weet je, die paal bleef daar staan. Eigenlijk gaat zo'n paal toe, huppakee, naar voren toe, omdat je daar tegenaan rijdt. Maar bij haar niet. Bij haar bleef die paal gewoon zo staan, dat zij daar bleef kon staan. Want ze lette niet op. Dus ze kon net remmen. Zag opeens die paal voor de neus. Die was al dicht, maar ze let gewoon niet op. Soms ben je met je hoofd gewoon niet bij het verkeer.
En er gebeuren daar echt ongelukken. Dus let op waar je rijdt en neem afstand. Gisteren was ik in Den Haag en dan was ik ook, moest echt afstand nemen. Want ik denk, wow, het verkeer is zo druk, je moet zo op je navigatie letten. En zo ook trams rijden voor je langs, auto's links en rechts en de banen gaan weer veranderen. Je moet zo opletten in Den Haag en natuurlijk ook in Amsterdam. Hè. Dat zijn Leiden, dat zijn allemaal van die drukke gemeentes die dan ook natuurlijk waar je op moet letten. En ja, die mevrouw die schrok dus en ze is echt gered. Want de trein kwam eraan. Dus als ze hard had gereden, dan had die slagboom zeg maar wel een duik op gehad. En had ze op die spoor en had ze dus echt de trein naar haar mee gaan doen. Dus ze heeft de engelen wel gevraagd en ook dankjewel gezegd. Dankjewel lieve engelen dat jullie dit zo waarnemen. Weet je, en dat is ook bij zo'n bijna doodervaring, dat is ook iets wat bij mij bekend is, is gewoon iemand die een hartoperatie heeft gehad, die het hart stil wordt gezet. Ja, je treedt dus uit je lichaam vandaan. Je ziet natuurlijk ook heel veel mensen dat ook bij een gewone operatie. Een hartoperatie, je hart wordt stilgestaan, dus je treedt uit je lichaam en een bammes met een hele grote rotvaart, ben je boven. En dan komt de engel daar bij het licht. En je gaat dus door een tunnel wat donker is. En je zit daar. Sta je dus daar. Met een hele mooie witte engel. Die zegt. Goh. Je mag komen kijken. Maar je moet weer terug. Je bent nog niet klaar. Er ligt nog een taak voor jou beneden. En dat zijn die dingen. Die natuurlijk ook zomaar gebeuren. Een engel gebeurt. Komt overal. Hij kan je redden zijn als het nog niet je tijd zijn. En deze meneer die boven is gegaan, ja, die ging dus naar beneden. Na een half uur. Maar ze hebben toen boven geen tijd, dus ze hebben helemaal geen besef van tijd. En dan ga je weer naar beneden. En naar beneden kom je opeens dus bam zo weer in je lichaam terecht. En dan is het gewoon dat je weer op moet knappen na zo'n operatie. En dan word je dus teruggebracht. Teruggezet, omdat je nog niet klaar bent voor deze mooie ervaring wat ze dan hebben. Dus bijna doodervaring, terugkeren en dan weer terugkomen. Als spirituele persoon, terwijl je eigenlijk 50 uur gewerkt hebt. Elke dag. En altijd heel veel ondernemers heb gehad. En doordat je zo hard werkt, loop je eigenlijk ook jezelf voorbij. En dan kom je terug en dan ben je veel gevoeliger. Dan ben je niet meer die zakenman. Nee, je bent totaal iemand anders die echt ook heel spiritueel is. En hoe mooi is dat gewoon. En doordat je dan die ervaring hebt, en heb je ook kijk op de wereld. Deze van vandaag. En wat gebeurt er allemaal in de wereld? Zoals dus ook natuurlijk in Turkije. Ja? Ik ben geen journalist, maar we weten allemaal dat Turkije natuurlijk een aardbeving heeft gehad. En dan worden mensen daar onderuit gehaald. En hoe mooi is dat als je daar weer onder vandaan komt, terwijl je een tijdje daar in de kou hebt gelegen. Met al die stenen van het flat. Er kwam er een baby uit, er kwam een man uit en nog een kind. Dan denk je, wow, je bent echt de engels op je schouders. En hoe erg is dat als je dat weer op tv ziet, dat je buurlanden natuurlijk dat allemaal meemaakt. En ik wil even weten, misschien hebben jullie ook zo'n ervaring meegemaakt? Dus vertel me maar hoe dat allemaal is gegaan. De engelen zijn altijd bij ons. Je hebt ook verschillende engelen. Ik heb even wat engelenkaarten erbij gehaald. Die laat ik ook aan jullie zien. Deze is bijvoorbeeld groet uit de hemel. Ik ga geen kaartenuurtje doen. Maar ik laat eventjes wat engelen zien. Dat je weet ook dat ze er zijn. De groet uit de hemel. Volgende keer maak je wel mee. Dat je wel eens slaapt. Dat je dan misschien meegenomen wordt. Of dat zo'n dierbare op je bed zit. En dat de engelen zeggen.
Je krijgt een groet uit de hemel. En natuurlijk zijn we als mediums, hebben we toen contact met overledenen. Dat heeft Joke, dat heeft Bettina, dat heeft ja, iedereen die bij ons online is. Iedereen heeft contact met overleden. Niet iedereen, maar Nette, die is ook zo supermooi. Die doet dan horoscopen. En weet je, hoe mooi is dat gewoon als jij een boodschap krijgt van de overledene. En bij mij waren ze er al toen ik klein was. Want bij me waren ze gewoon dat ik ze zag lopen. De mensen die overleden waren. En ik had altijd een engel ook bij me, die me bewaarde. En omdat ik al zoveel meemaakte, word ik weer gered. En weet je, dan kom je eigenlijk, zeg maar, ga je uit elkaar, dan ben je helemaal alleen. En dan moet je zo'n huis helemaal inrichten. Dan krijg je overal van iedereen cadeautjes. Dan denk ik, jeetje, ik ben echt een gezegende mens. En hoe mooi is dat, dat de engelen dat aan jou geven. Via iemand krijg jij weer cadeautjes die jij nodig hebt. En ik wil ook eventjes wat vertellen van die kaart. Groet uit de hemel. Aartsengel Arciel, je geliefde in de hemel, maakt het goed. Dit is een boodschap, denk ik, voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Laat je verdriet los en sta open voor een liefdevolle zegeningen. En zo, dat is ook die zegeningen wat je naartoe krijgt. De zegeningen krijg je natuurlijk van de engel. Ik hoor wel eens mensen, ja, mijn relatie is uit. En dan vertel ik van, dan leggen ze me uit hoe dat is uit elkaar is gegaan. En dan zeggen ze, ja. Ja, ze hebben iemand anders. Dan zeg ik, dan is het een blessing. Maar wat doet die man? Die gaat jou pijn doen. Terwijl die met jou is, is die met iemand anders gegaan. En dan sta jij, gooi jij de deur ook dicht. En dan sta je in de hal voor de volgende deur. En dan is het dus een blessing dat het uit is. Want je weet niet wat die man doet of die vrouw. En misschien is er wel heel veel over je gepraat of gekletst. Van je moet niet met die en die gaan. En dan is het dus ja, van iemand anders ingekomen. En hun stoken namelijk ook jouw vriend of vriendin op. En dat gebeurt heel vaak. Ook met schoonmoeders. Ik heb zoveel mensen aan de lijn gehad die zeggen ja... Die moeder van hem of van haar, die heeft gewoon inspraak in onze relatie. Terwijl gewoon wij volwassen zijn. Ja, en dat is dus heel erg gewoon. Dat is dus gewoon heel erg dat je dat meemaakt als twee lieve mensen die echt met elkaar zijn, die helemaal geen pijntjes meer hoeven. Hey, Joke Melsen, heb jij ook nog wat meegemaakt? Met de engelen. Gered door de engel. En soms krijg je ook in je droom een boodschap hè, van de engel. Gisteravond zelfs, toen ik in bed lag. Ik kon maar niet slapen. Dan heb ik een filmpje te kijken. De Instagram. En dan zag ik dat liedje van John Travolta. Nou, weet je, en dan denk ik, wow, dat was nog mooie tijden. En ene kreeg ik door dat iemand overleden was. En die mij weer vroeg van... Wil jij mij naar het licht brengen, Maureen? Ik ben overleden. Ik denk, huh? En dat liedje was dus met iemand die ik ook kon uit Friesland. En ik denk, ben jij echt overleden? Ja, ik ben de hele tijd beneden gebleven. Ik kon geen afscheid nemen van mijn kinderen. En ik ging toen googelen op zijn naam. Dus rouwberichten. En ja, hij was echt overleden. Toen zegt hij, wil jij mij naar het licht brengen, Maureen? Dat kan jij. Dus door een lied van John Travolta, dat is 1980 of zo, hou me te goede, ik weet het niet meer, heeft die man natuurlijk ook geleefd. En nu is hij dus overleden en dan google ik, en dan krijg je zo'n rouwadvertentie, als de kinderen erop. Ik denk, wow, je bent overleden, maar alweer een tijdje terug. En dan denk ik, jij hebt de hele tijd hier beneden gezeten. En dan vraag je aan mij of ik jou naar het licht wil sturen. En dat heb ik al gedaan. Ik denk, ja, ik ben niets voor niks nog wakker, hè. Soms gebeuren dingen wat ik moet doen. En dat de engelen
Dan zeg ik, ga maar lekker op Instagram. Kijk en dan hoor je rustig muziek. En dan komt zo'n liedje en dan denk je aan je jeugd vroeger. Ik denk, wow. En dan denk ik, hé, dat is in die tijd van die en die. En dan ga je, krijg je een stemmetje te horen. Wil je me naar het licht brengen, Marijn? Ja, dat hebben de engelen dus ook neergezet, dat ik dat moest doen. Dan kan die man eindelijk eens rust vinden. Hij was echt de weg kwijt. En die heb ik dan ook naar het licht gebracht. Dus dat is wat er gebeurt. Soms zijn er dingen en dan kom je ook boodschappen van de engelen in je slaap. En zoveel heb ik ook meegemaakt dat ik ooit iemand in mijn dromen krijg van, hé Marijn, ik zeg, hé, ik zeg, ben de weg kwijt, zegt hij dan. Ik zeg, hè? Ben jij dan overleden? Ja, ik ben overleden, Marijn. Ja, en dan schrik je nog in de droom. En ze kan jij me naar het licht sturen? Ik zei, ja ook hoor. Hij zei, nou, ga maar achterop. En we reden samen achterop op de motor. Naar een trap wat naar beneden komt. Je stralend licht komt naar beneden. En ze kijk, daar komt de trap op hoor. Dus zet je motor maar langs deze lantaarn. En ja, ga maar naar op de trap. En dan draai je nog eventjes op SMR1. Het Indisch. Saya Cinta Padamu. Betekent ik blijf altijd van jou houden. Is goed ook hoor. Kijk, je vader staat ook al op bovenop de trap. Gaan we naar hem toe met de engelen. Hij zei, dag Marijn. Ik zal je altijd beschermen. Altijd. Ik zei, dank je ook hoor. En hij ging naar boven. En dan word ik opeens wakker. Zeg ik, nee. Nee, dat kan niet. En dan ga je weer googlen. En een rempel. Hij is overleden. Dus ja, dat gebeurt ook in mijn slaap. Of dat ik nou wakker ben en rust heb. Of dat ik in de slaap ben. Mag ik mensen naar het licht brengen. Daarom is het gewoon. Ja, ik ben een boodschapper van de engelen. Ik ben er voor jou. En ik ben er ook voor iedereen. En natuurlijk ook de mensen die ook er zijn voor elkaar. Even kijken hoor. Jacke van Meltz vertelt. Ja, had een keertje dat ik vriendin naar Zandam ging. Naar Margay. Hè? Spiritueel winkeltje. Daar had ik een boek van de aartsengelen, Michael gekocht en op de terugweg, hong ik een hele grote serbijn vlak voor de brug. En wacht, kijk op, mag ik even joken? Hé hey Magda, goedemiddag. Ja, ik had een keertje een vriendin mee naar Zandam, nou, met een vriendin naar Zandam, ging naar Margay, spiritueel winkeltje. Daar had ik een boek van de aartsengel Michael gekocht en op de terugweg hing een grote serebijn vlak voor een brug en zag het. Dus je hebt een serebijn steen gevonden. Maar Joke, weet je dat ik daar gewerkt heb bij Margay Getrouw? Ik heb daar gewerkt. Ik heb daar ook cursussen gevolgd met Margay. Ik heb er 2 of 3 jaar gewerkt. Dus ja, ik kom natuurlijk uit Zandam. Hè. Vroeger heb ik in Zandam gewoond. Wow, Joke, wat leuk. Een taalfoutje. Hing is hong is hing. Oké, dus daar hing een grote serebijn. Vlak voor een brug en ik zag het. Wow. Dan heb je die cadeau gekregen van de engelen. Maar ik heb daar gewerkt, lieve Joke van Melzen. Ja. Goedemiddag, Magda. Goedemiddag, Joke Zemermin. En iedereen. Nee, de engel Serebijn. Oh, hè? Nou, dan moet je even wat over intikken, want ik begrijp het niet helemaal. Op de brug. Wow. Oh, ik krijg allemaal hartjes en
Duimpjes omhoog. Oh, wauw. Dus even kijken, het verhaal weer terug. Ik was een keertje, had ik een keertje een vriendin naar Zandam. Ging naar Margay, spieterij winkeltje. Daar had ik dus een boek van de aartsengelen, Michael, gekocht. En op de terugweg hing er een grote engel vlak voor de brug en zag het. Wow, dat was zo'n mooie ervaring. Wow, mooi ook, hè? Wow, ik heb daar gewerkt, schat. Vroeger heb ik daar gewerkt. En Margay wel naar Suriname, want ik heb nog wel eens contact met haar. Wat leuk is dit. Grappig. Wat leuk, Joke. Woon jij ook in Zandam? Oh, nog steeds, of niet? Hey Sloan. Ik noem bij zulke reddingen, behalve de engelen, ook de hand van God. Mooi, Sloan. Sloan. Jij hebt altijd van die mooie dingen ook altijd. Ja, en heb bij Margay ook engelkussens gedaan en readings. Wow, dan moet jij mij toch gezien hebben. Ik heb daar altijd gewerkt. Wow, dit is wel heel bijzonder. Zo zie je maar weer, hè? Van het ene komt weer het andere. Ja, grappig. Weet je, dat is dus, ja. Sloan zegt, ja, ik noem bij zulke readingen, behalve dus de engelen ook, de hand van God. Ja, dat klopt helemaal, maar oké. De hand van God. De hand van God zegt van, nee, jij mag nog niet naar boven blijven. Je moet weer naar beneden. Nee, je hoort een liedje van je vriend uitwaart. Nee, ja, zulke dingen allemaal. Leuk. En de wereld is klein, hè? Ja, ik heb daar altijd gewerkt, schat. Ik was de Margay de rechterhand. Ik heb daar ook de tarotcursus gedaan van de Witte Heksen Tarot. Ja, jammer genoeg is ze er niet meer. Ze zit nu in Suriname. En ik heb ook nog wel misschien een gedicht. Er zijn natuurlijk heel veel gedichten van engelen. Liefste, ga nu maar slapen. Nu de engelen waken over u. Hemelse zegeningen, o zo teer, dalen, rijken ze op u neer. Dat is mooi, hè? Dus weet gewoon als je slaapt, dat de engel altijd bij je is. Doe je ogen dicht en er is altijd iemand die over je waakt. Dus liefste, ga maar slapen. Nu de engelen waken over u. Handen. En hemelse zegeningen, o zo teer, dalen rijkelijk op u neer. Ja. Ja, mooi ook, hè? Ja, zeker mooi. Ja. Dat is helemaal grappig, hè? Ja, dat was een hele mooie winkel met de kelder beneden. En daar werd dan de readings gedaan. En ik stond meestal in de winkel, boven. En dat was de lichtdrager. Zo heette die winkel. Heeft u misschien nog vragen van mij? Bel dan in 0909-8070 optie 4. Komt u bij mij in mijn roemenzaaien, mijn reading. En natuurlijk ook van mijn collega Bettine is er. En Javon, het is een hele mooie naam, een beetje een moeilijke naam. Ja, de lichtdrager zei Joke. En dan kunt u ook naar Peggy toe gaan. En naar Joke, naar Bettine. En ik zag toen er volgens mij ook José aanwezig. En Renette. Ja, ga naar ze toe. En kijk even wat voor expertise ze hebben. En zij kunnen u ook namelijk helpen. Ja, inderdaad, de lichtdrager, zegt Joke. En weet je, zo is het namelijk ook gebeurd, hè? Zo is het ook van gebeurd, van de engelen. Natuurlijk is de engelen altijd een voorwaardelijke liefde. Ik heb hier weer zo'n kaart, een voorwaardelijke liefde van de engel. Maar kijk hoe mooi het is. Onvoorwaardelijke liefde. Dat is dus wat je van de engel ook krijgt. Mag dan misschien, heb jij ook iets meegemaakt?
met gered door de engelen. Dus dan mag je dat op de screen neerzetten. Als engel Zadikiel, laat je hoop, laat je hart snellen met respect voor deze. Oh, echt jongens, mijn ogen. Nou ja, daar heb je het ook als je ouder wordt, hè? Onvoorwaardelijke liefde, als engel Zadikiel, laat je hart smelten met respect voor deze situatie. En ook voor alle mensen die bij betrokken zijn. En jijzelf ook inbegrepen. Jij krijgt onvoorwaardelijke liefde van de engel. Zit je eventjes in de pinari. Zie het even niet zitten. Ja. Dan mag je de engel ook aanroepen. Oh, wauw, Joke. Nou, dit is toch ook erg, hè, dit. Joke Melse zegt. Ja, dat klopt, want dan had ik ook de hengstarot aangeschaft. Heb jij dan ook kussen gevolgd met mij samen? Dit moet toch niet gek worden, hè, Joke? Oh, ik heb ze hier, hè. Echt. De witte heksentarot. Ik heb van Mark heen getrouwd. Heb ik het geleerd. En ik geef daar ook kussens in, natuurlijk. Ja, ik doe het al jaren. Ze zijn helemaal kapot. En trouwens, onze Amandela is ook, hè. Kijk. En iedereen interpreteert het ook weer heel anders. Ja. Ik krijg mijn werk naar je toe, Joke. Ja. Nou, grappig, hè, Joke? Dat zie je maar weer. De wereld is super klein. Ja. En je mag natuurlijk ook de engelen aanroepen. Heb je iets meegemaakt wat heel verdrietig is? Bijvoorbeeld een relatie uit. Misschien iemand die overleden is. Of misschien problemen met iemand anders. Roep ze ook aan. Roep ze aan, want ze zijn er gewoon. En dan zeg, roep het goddelijke kracht aan. Als engel Raziel, gebruik je goddelijke kracht en neem je voor om gelukzaligheid in je leven te manifesteren. En nu ook, hè? Nu zijn natuurlijk de open poortdagen zijn dan open. 2-2, 3-3, ja? 2 februari, 3 maart, 4 april. Ja. Dan gaan de engelenpoort ook open. En de volle maan zijn er ook heel heftig allemaal. Ik kon gisteren die avond slapen, want de volle maan hing zo hier boven mijn huis. En daardoor kreeg ik dus ook door. En dan ging ik weer ja, op je telefoon, hè, want je kan niet slapen. En dan de Instagram zie je dat liedje van John Travolta, van Grease. Ik denk, oh, wat was dat toch een mooie tijd, hè? En dan denk je aan iemand en dan hoor je opeens een stem. Hé, Marijn. Kun jij mij naar het licht brengen? Ik zeg, nee. Is er niet weer. Ja, ik ben er ook niet meer. Ik loop hier te dwalen. Kan jij me dan naar het licht brengen, Marijn? Ik zeg, ja. Ik nee, breng je naar het licht. En ik heb hem begeleid. Naar die trap met die engelen. Die zomaar naar beneden komt in astralische licht. En die dan hem meeneemt. En zegt, ga maar naar boven zitten. Ja. En wel thuis. Dankjewel Marijn, dat is de tijd terug, hè. Ja, ik was 14 dat ik het voor het laatst zag. En op mijn trouwerij was je ook 1979. We gaan naar boven, daar is geen tijd. Het wordt nou tijd voor jou om echt daar te zijn. En laat je kinderen los. Ze zijn volwassen. Kiki, Ilko, Sietse. Weet je wel? Nou, en dan zie je de hele rit op zo'n rouwkaart. Ik denk, ja, het klopt echt. Want die kinderen heten ook allemaal zo. Hoe bizar is dat dan? Dat je dan gewoon googelt op een naam en dan zie je een rouwkaart. Hé hey, Suus, goedemiddag schat. Ik ervaar veel hulp van de engelen in mijn. Even kijken, hoe mag daar zitten? Hij mag daar. Oké, okay. Hé hey, Suus. Mooi ook. Even kijken wat Magda zegt. Ik ervaar veel hulp van de engelen in mijn proces. Sommigen laten zich even zien. Heel mooi. Dus ja, dan is dit voor jou, Magda. Hoe mooi is dit? Roep je goddelijke kracht aan. Mooi zijn die kaarten, hè, jongens. Ja. Even kijken. Hé hey Suus, goedemiddag. Ja, mag daar zeker mooi, bijzonder. Joke Hop.
Ik zat van de week 's avonds alleen in de woonkamer. Ik hoorde duidelijk mijn naam noemen. Joke. Heel mooi, Joke. Ja, en soms denk je van, wat gebeurt hier allemaal, hè? Vooral bij mij ook gebeurt hier dagelijks echt wat. En denk ik, huh? Van de week zat ik hier ook alleen, Joke, in mijn huiskamer. Nou, we hebben veel contact natuurlijk op de messenger. Slaap jij nog, Marie? Slaap je al? Nee, Joke, ik zit voor te bereiden voor morgen. Ja, weet je, en ik slaap natuurlijk ook heel laat, omdat ik ook al online ben. En dan ben ik aan het voorbereiden voor de volgende dag. En in ene hoor ik de voordeur. Bam! Ik denk, heb ik nou op slot gedaan of niet? Ja, dan ga je nadenken. Dan ga je nadenken, denk ik, is die deur open? En die deur was open, ik had dus vergeten. Dus op slot te doen. En hij was gewoon open. Ik denk, oh, mijn moeder zei altijd, denk erom als iemand aanbelt en er staat er niemand, moet je niet open doen. Want dan kan dus iemand zijn die bij jou wil naar binnen komen. En dan, die zie je dan ook niet. Dan kan je ook ziek van worden, hè? Ik zei, oké, man. Maar ja, ik heb zo'n kijkertje op mijn deur, want ik ben natuurlijk alleen. Dus ik kijk naar buiten en denk, nee, er staat ook niemand, dus ik hoef hem ook niet open. Dus ik geef hem een klap zo en meteen de sleutel om. Ik denk, oh, dat spookt hier. Ik denk, oké. Maar dan denk ik, ja, Marijn, je had hem nog niet op slot gedaan. Dus de engelen laten gewoon die deur zo, bam, even dicht. En dan ga je vanzelf natuurlijk de hemel. Je gaat kijken, hè? Ik kijk altijd. Al hoor ik van alles, ik ga het onderzoeken. Al is het boven in mijn slaapkamer, ik ga altijd kijken. Dus ja, weet je, het is gewoon, dan kijk je daar naar boven. Dan denk ik, oh, vergeet hem helemaal dicht te doen. En zo word je dus gewaarschuwd door de engelen dat je hem dus op slot moet doen, midden in de nacht. Ja. Hey Sonja, wat leuk dat je er bent. Hey Bakkoes, kusjes en alle. Hey Sonja Raschot, heb jij ook wat meegemaakt met de engelen, schat? Gered door de engelen hebben we erover. Leuk hè, even babbelen. Ja, Joke zit altijd boeken te lezen en ik ben natuurlijk aan het werk altijd. Dus we zijn allebei altijd aan het babbelen. En Suus, voel me heel alleen. Ineens hoorde ik een stem zeggen. Jij bent nooit alleen. Nee. Het is ook zo, Suus. Er is altijd iemand die aan je denkt. Je bent nooit alleen. Er is altijd iemand die aan je denkt. Daarna voelde ik zoveel vreugde. Wow. Nou, hoe mooi is dat, hè? Je bent ook nooit alleen, schat. Joke is ook nooit alleen. Die zit op de bank boeken te lezen. Ik ben hier aan het werk en ik heb altijd muziek aan. En als er iemand online komt, dan zet ik het gewoon weer uit. Ja, je bent nooit alleen. Hé, hey, Sonja. Je hebt zoveel meegemaakt. Het is te lang. Haha, Michael, mijn angel. Maar misschien kan je wat vertellen, lieve Sonja. Dat is mijn vraag. Ja, en dan, ik voelde me alleen ineens, hoorde ik een, ja. Dat zei Suus. Ja, en daarna voelde ik me heel veel vreugde. Suus, zo herkenbaar. Ik ook, zegt Sonja. Ja, en dat is namelijk zo mooi. Zo mooi dat je dan ook natuurlijk in contact komt met jouw engel. Iedereen heeft een engel bij zich. En ik zeg altijd, kijk in de spiegel. De engel is jou en jij bent de engel. Joke Zemermin. Ik ben er uitgeput de laatste dagen, nogal ziek. Ik vroeg om hulp en focus op mijn grote engel zelf. Vanmorgen hoorde ik... Kijk hoor. Ik vroeg om hulp en focus op mijn grote engel zelf. Vanmorgen ik hoorde, cadeautje. Ik voelde de kracht van mijn lijf binnenkomen. Plots hoorde ik een luipaard. Ik kijk rechts van me. Naar het dier. En daar kwam. Die komt daar vandaan. En toch een warmte over me heen liggen. Zo. Zelfs als het. Kijk hoor. Veel warmte over me heen liggen. Zelfs als het zo zwaar is. Komt die blessing naar ons toe. Wow. Wat mooi. Joke Zemermin. Ik kan het nog één keer uit zeggen. Ik ben erg uitgeput de laatste dagen, nogal ziek. Ik vroeg om hulp en focus op mijn grote engelen zelf.
vanochtend, zoals vanochtend, ik hoorde een cadeautje. En ik voelde de kracht van mijn lijf binnenkomen. En plots hoorde ik een luipaard. Ik keek rechts van me naar het dier en daar komt hij. Maar een grote warmte, er komt een heel grote warmte over mij heen liggen. Zelfs als het zwaar is. En komen de blessing naar ons toe. Wow, wat mooi, zus. Ja, Janke Semmin, wat mooi. Marge zegt herkenbaar, zus. En Sonja zegt, zaterdag op de fiets, lenteweer. En niet eens op te voelen, zo in de hand, in mijn rug. Anders was ik nu aan het hemelen. Wow. Wacht even kijken. Zaterdag op de fiets en lette even weer niet op. En voelde zo een hand in mijn rug. Anders was ik nu aan het hemelen. Wil jij een beetje uitkijken, schat? Je zit weer te dromen. Ja, weet je, en het is zo druk op de weg, echt. Ik zat gisteren ook, ja, net wat ik zeg, in Den Haag. Ik zit hier wat in mijn oog. En dan zie ik dus opeens een fiets. Ik denk, oh, die gaat echt door die stoplicht. Ik denk, oh, zat ik zo in mijn handen. Ik denk, nee hè. En dan ging net op tijd, want toen kwam net een tram aan. Ik denk, wow, die man heeft echt engelen op zijn schouder. Dus vandaar dat ik vandaag dan gered door de engelen heb genomen, het thema. Ik denk, hier moet ik toch echt over hebben. Wat zeg je, Elke? Een paar weken geleden ging iedere keer de voordeur open. Zes keer dacht ik, er was niemand te zien. Ik vond het wel... Ik vond het wel een beetje griezelig. Ik woon in het bos. Maar kom ik later achter, was mijn kat die de deur opende. Ja hoor. Ja, even lol. Oh, Joke. Ja, volgende keer bel je me maar. Maar één staat iemand aan de deur. 112. De kat. Kat van oma Willem. Ja. Zuster, wat mooi ook, heel bijzonder. Zaterdag op de fiets en is niet, oh, letten we niet op. Je wordt beschermd, Son. Nou, je moet dan lang niet naar boven, Sonja. Ja, zuster, weet ik lieverd. Wauw, Sonnetje, voorzichtig zijn, zegt Magda. Wauw, Magda, komt goed. Weer een kans, dus zo kijk ik wel goed uit, lieverd. Wat heerlijk rustig wonen in een bos. Ja, zeker, Joke. Ja, Joke Hop, die kat toch. Ja, lachen dit. Joke Semmin, ja zus, het geeft jou kracht, net zoals jij met jouw boodschappen. Ja, Joke Semmin, ja zus, het geeft zoveel kracht, net zoals jij met jouw boodschappen. Ja, weet je, het is zo mooi dat je zulke dingen meemaakt natuurlijk. En dan denk ik, ja, zo gebeurde gewoon wonderen. En dan komt die blessing naar je toe. Prioriteiten. Aartsengel Metatron, concentreer je op de dingen die hoogste prioriteit, dus die ook echt te doen zijn, voor je te hebben. Ik zal je helpen om hiervoor te motiveren op een boel op orde te brengen. Soms zijn er dingen die moeten gebeuren. En dan stel je het telkens uit. Maar soms moet je gewoon een douw in je rug hebben. Door de engelen. En dan gebeurt het ook gewoon. Ja, mooi is dat, hè. Dat wij dat allemaal mogen ervaren. Ja. Mijn koffie weer. Als we ze op. Ja, en dan zeg ik ook wel eens, dan ga ik wel eens uit. En dan ben ik pas om 3:00 of 4:00 s'nachts thuis. En dan zeggen mensen, durf je dat allemaal? Ik zeg ja, ik zit in mijn auto. En soms, als ik me niet veilig word, doe ik klik, dan is de deur op slot. Nou, en mijn tank is vol. Ik denk, nou, mijn navigatie, die loop ik. Ik hoef alleen maar naar de navigatie te kijken, hoe ik moet rijden. Ja, hoe boeiend is dat? Weet je,
Soms wil je gewoon, dan moet je gewoon eventjes weg. En al zit je dan de hele dag thuis, is het goed om even weg te gaan. Want je wordt hier zo, je werkt ook thuis, je zit binnen. En ik sport dan elke donderdagochtend, dus dan ben ik er niet. Maar eind van de dag, van de donderdag, ben ik er wel. Nou, weet je, en dan denk ik van, hoe heerlijk is dat gewoon, zo'n leven. Je gaat steeds meer bewuster worden hoe ouder je wordt, hoe meer bewuster je gaat leven. Dan denk je, ik ga alles nog eruit halen wat eruit hangt. Nu kon het, nu ben ik nog jong om motor te rijden. Dus ik moet straks even bellen naar de motorschool om een proefles te nemen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En dan wordt het steeds mooier weer. En de, ja, 's ochtends is het licht al heel gauw. Dus dan, ja, morgen is dan weer vrijdag. En dan hebben we alweer weekend. Hoe mooi is dat? Moet ik even mijn bril weer op hebben? Ja, Suus zegt dan, ik ben erg uitgeput de laatste dagen, zo nog ziek. En dan zegt Sonja, Suus, Suus wonderen, net als die mij waarschuw geeft. Ja. Ja, liefdevol. De dieren geven jou waarschuw. Ja. Liefdevol, maar één, ik weet nog niet. Ik mag nog niet naar boven. Maar ik moet wel zeker uitkijken. Ik moet wel zeker kijken. Ja, zeker moet je uitkijken, schat. Net als die man, hè. Die dan ook op de fiets zat. En de vrachtauto, ja, die gaf hem gewoon een tik. Hij viel. En die vrachtauto, die reed eigenlijk over hem heen. Maar die wielen zaten hier. En die man zat in het midden van die vrachtauto. Dus hij bleef daar in het midden. Dus hij deed zo. En dan gingen die wielen zo langs hem heen. Hoe echt apart is dit? En diegene die achter hem reed, die zag dat allemaal gebeuren. Die zat al op de rem. Dus dan krijg je wel, dat daar ook ruimte is, dat je niet nog een keer over die man gaat rijden met die andere auto. Dus die stond gewoon op. Hij was natuurlijk helemaal geschokt, want hij zat echt ertussen. En dan ben je echt bewaard, echt gered door de engel. Ja. Jouke zegt, je bent toch nog lekker jong? Je bent 56 toch? Geniet er maar van, Marijn. Ja, ik ben 56 geworden. Maar nou, die slingers hier met de 56. Mijn zusje werd aangereden door een auto. Ze vloog de lucht in, maar kwam heel zacht weer neer. En stond ook zo weer op. Wow, dan heeft de engel daarop natuurlijk. Als jij een ongeluk gaat en je wordt zo de lucht ingevlid, dan moet die engel zo hebben gestaan om haar op te vangen. Dus ze viel heel zachtjes zo op de grond. Hoe mooi is dat, dat je opgevangen wordt door de engel. Die hand was zo krachtig en zo liefdevol. Amen, zegt Sonja. Zeker, Sonja. Ja. Echt liefdevol. En natuurlijk ook mensen die natuurlijk, ja, Suus, kippenvel. Weet je, mensen die echt bijna doodervaring hebben. Ja. En die gaan dan naar boven. En die hebben natuurlijk alles gezien. En komen dan ook weer eruit als een spirituele mens. En dan ben je altijd zakelijk geweest. Een zakelijke iemand die zoveel gewerkt hebt. Nooit tijd voor rust. En dan kom je met een hartstilstand in het ziekenhuis. En dan wordt je hart ook stilgezet om te opereren. Je moest allemaal bypasses in. En dan vlieg je uit je lichaam vandaan. En dan met de rotvaart naar boven. En dan zegt de engel, ho, je mag even komen kijken, maar je moet wel weer terug. Want jij hebt nog een taak op je. Lijkt me blij dat hij terug is gekomen. Ik ken hem ook. Ja, en dan heb je nog natuurlijk ook weer dat de zusters die morfinepomp verkeerd aangelegd heeft. Er zat een hele knak in. Dus dan ben je net uit die operatiekamer, heb je heel veel pijn en dan kan je niet eens met die morfinepomp. Die was gewoon in de knak. De
Dus dat ging niet doorstromen. Dan kan je wel doordrukken op zo'n knop, maar er komt dan niks door. En dan is het nog niet klaar, want dan flip je ook naar boven als je zoveel pijn hebt. Dus ja, dan kwamen die dokters weer er uit, want ja, eigenlijk toen bijna gillend. Er zijn natuurlijk altijd dokters bij. Wat voor dorie. Ja, dan werd hij weer de ziekenhuiskamer ingereden. Nou, en toen zag dus de dokters dat die knak hier een knak zat aan die infuus. Dat die morfine niet doorheen kon. Nou, dan heb je echt een engel op je schouders. Dan moet je zeker heel veel nog afmaken. En dan is het echt een blessing. Ja. Even kijken hoor. Zus kippenvel. Ja. Mijn broer reed in de auto, niet hard, maar iemand uit het niets zei, neem gas terug. Hij deed het en reed heel zachtjes en stak ineens een kind over. Hij kon net gelukkig op tijd remmen. Wow! Ja, dat is wow, wow, wow. Zus, dat is zo mooi. Ja, weet je, dan word je tegengehouden door de engelen. Weet je, en doordat de engelen jou helpen, ja, dan kom je echt, net zoals ik, hè. Dan zat ik ook in het verkeer, midden in de nacht, bijna stil. Je hoort bijna niemand hier op straat, want iedereen slaapt natuurlijk, hè, om een uur of twee. En dan heb je zo'n spoorbaan overgaan en dan zegt iemand van, ho, Marijn, ga naar links. Want dan komt er dadelijk een auto van rechts, die komt echt vlak voor je zo langs. En doordat ik naar rechts ging, kon ik net remmen voor die auto. En dan betekent, oké, ik ben nog niet klaar met mijn leven. Nee. Oh, die lichten daarachter is helemaal wit. Ik zie het. Nou, Sonja, jij ziet het vast ook wel, hè, dat het helemaal wit bij mij achter is. Mijn baan is bruin, hè. Het is gewoon zandkleur, eigenlijk. En dan moet je nou eens kijken. Het wordt steeds witter en witter. Mijn haar is weer goud. Niet normaal meer. Eigenlijk moet iemand even een foto van nemen. Misschien Jacob of Son. Ja. En dan zie je gewoon dat ik helemaal wit word. Je ziet me gewoon veranderen. En soms verandert ook mijn stem. Er is een blessing. Een blessing voor iedereen. Je bent de engel. En de engel is in jou. Dus wees gelukkig. En leef je mooie leven. En heeft de liefde. En wees geen strijder. Het heeft geen zin om te strijden. Ja, ook wat Ros en Sonja. Altijd Marijn en goud. Foto is gemaakt. Stuur deze straks naar je toe, Marijn. Wow, dankjewel, Suus. Ja, sommige mensen, nou, maak maar een foto. Ik wil het wel even zien. Ja, maar het is echt zo. Maar kijk hoe wit er achter mij staan wordt. Nou, dankjewel, lieve engelen. Dankjewel. Ik ben echt gezegend. Dankjewel. Oeh, ik word heel emotioneel. Ja, ja, dankjewel, schat. Dankjewel, Suus. Ja, helemaal roze. Maar ook helemaal wit en goud. Nou, eens kijken. Rechts is wit. Ja, dat is rechts, rechts. Kijk, is wit. En die andere is goud. Nou. Nou. Ik ben af en toe al een beetje stil van. Dankjewel, Suus. Dat is dus gered door de engel. Gered door de engel. En soms gebeuren dingen in je leven. En dan denk ik, nee, het is nog niet je tijd. En ook in relaties gebeuren ook. Oes, dat was de regie. Ja, met de roekoe. Hè? Ja, ik heb het gehoord, Elise. Dankjewel. Je ook vermeld ze jou mooi. Geef die strijd maar aan de schepper en leef er leven vanuit rust en vrede. Heel mooi, Marijn. Dankjewel, jongens. Gelukkig is de foto gehoord en wens iedereen een aartsengel en een prachtige dag, zegt Sonja. Ik wens jullie heel veel moois, ook voor het aankomende weekend. Morgen ben ik alleen achter de schermen,
Dus volgende week ben ik weer live te zien. En ik wens jullie een hele mooie weekend. En geniet van je leven. Leef je mooie leven. En geniet gewoon, want de zon gaat weer schijnen, zie ik. Dankjewel Marijn, dankjewel voor het babbeltje. Mooi Suus en Joke. Fijne middag allemaal. Ik wil jullie allemaal bedanken om het kijken. Ook natuurlijk de mensen op YouTube en internet. Ja, je kan weer terugkijken. Video's bij Dit Wordt Toekomst op de website. Ik ben natuurlijk gewoon online. Box nummer 235. Alleen om 2 uur krijg je weer iemand hier thuis. Het is een beetje druk hier om me heen. En dan ben ik er vanavond weer. Ik wens jullie een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Morgen achter de schermen en online. Dag lieve mensen. Bedankt voor het kijken. Your blessing everywhere. Bye.